Daar kunnen we alvast praten. De webinar is aan het opstarten, die duurt nog zo'n 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. We zijn live op beide kanalen. Nou, welkom bij Obscura Vrijdagvragen, deel 4. We hebben vanavond weer 4 gasten aan tafel. En jullie kunnen ons vragen gaan stellen betreft fotografie, beeld, alles eigenlijk wat daarmee heen hangt. En misschien vanavond ook wat meer over je eigen studio hebben. Dat is ook nog wel leuk om mee te doen. Daar hebben we Remco ook voor, die daar met ons, met Café Obscura, een training voor aan het maken is. Dus wie weet is ook wel leuk om daar wat mee te doen. Laten we eerst even een voorstel rondje doen. Ik denk, hier beginnen bij Remco, denk ik, zo makkelijk. Toch? Wat wil je allemaal van me weten? Maak er een leuke voorstel van. Remco van Vondelen, plus minus 20 jaar al bezig met de fotografie. En ja, daarvan voornamelijk mensenfotografie. Ik heb alles een beetje geprobeerd op fotografiegebied. Maar ik vind mensen toch echt wel het leukst om te doen. Moet ik naar jullie kijken of naar de persoon? Naar de camera. Ja, sorry. Daar zitten de mensen. Hallo. En vooral trouwreportages, studiofotografie, eigen studio aan huis. En wat ik ook veel doe is voor bedrijven, bedrijfsreportages, profielfotografie voor bedrijven. En dat inmiddels al 20 jaar. En ontzettend naar mijn zin. Ik zou niks anders meer willen doen. En ik hoop jullie vanavond wat te kunnen leren over de studio. Kijk eens aan. Ja. Dan hebben we aan de andere kant Sander. Stel jij jezelf ook eens voor. Ik ben Sander van der Wel. En voor mij is fotografie een bedrijfje eigenlijk, wat ik nog gewoon naast een vaste baan heb van 40 uur in de automatisering. Met het fotograferen als bedrijfje ben ik sinds 2009 bezig. Daarvoor fotografeerde ik ook al heel lang. Alleen op een gegeven moment is het een beetje uit de hand gelopen hobby geworden, om het maar zo te zeggen. En vond ik het ook leuk om eens een eigen bedrijf te starten en ben ik begonnen met een fotografiebedrijfje. Je krijgt de groeten van Barbara. Oh, hey Peter. Hoi Barbara. Hey Peter. Ja, eigen fotografiebedrijfje. Dus ik geef heel veel fotografiecursussen, workshops in de avonduren, privé-workshops. En af en toe nog een fotoshoot en bruiloften, dat soort zaken. Vooral mensen en overal waar ik ga en sta, heb ik eigenlijk mijn camera bij me. En privé fotografeer ik gewoon alles wat los en vast zit. Nice. Nice. Even voor de periscopers. Hoe is het geluid? Geluid genoeg? We hebben geprobeerd het geluid wat beter te maken voor vanavond. We hebben onze zilveren bal ingeschakeld om hij is het geluid goed, zegt Barbara. De zilveren bal die daar staat, die is voor, voor het webinar geluid. Dus als je op de webinar kijkt, is het voor het zilveren bal. Ja. En hier aan de zijkant van het scherm hangt een microfoontje voor de periscope. Elwin is ook weer aanwezig. Deze keer op periscope verplaatst op de webinar. Leuk. Geluid is prima. Geluid is prima. Nou, kijk. Dus dan is dat een vooruitgang geweest. 1-0. In de pocket. Nou ja, voorstellen, zullen we het maar gewoon weer doen. Ja, ik vind het prima. Kijkers. Vorige week was je er ook. Doen we een nieuw rondje. Zo. Nou, mijn naam is Mark van Velzen. Ik ben 37 jaar jong. Ik fotografeer nog niet zo heel erg lang als de meeste onder ons. Ik doe het nu zo'n 5 jaar. Gaat wel hartstikke leuk. Ik doe heel veel workshops geven. Ik doe heel veel modelfotografie. En hou me niet heel veel bezig met landschap. Maar vind ik wel heel interessant om daar eens een keertje wat over te horen hier ook. En ik vind het eigenlijk heel erg interessant om hier op de vrijdagavonden te zijn. Dus vandaar dat ik weer te vinden ben hier. En wellicht dat je me nog wel wat vaker gaat zien. Maar dat ligt een beetje aan onze baas. Ja, we zitten te denken aan een leuk format zeg maar, te maken, dat we bijvoorbeeld een vaste tafelgast hebben. Dat is wel leuk misschien, en die zit dan of naast mij of hierbij, en daarna nog wat aansluitende gasten. Dus bij deze ben je alweer een vaste gast eigenlijk bijna, door 2 keer te zijn hier. Zo snel kan het gaan, mensen. Zo snel kan het gaan. Ja. Nou, ik zie dat er hier op de webinar zitten er 5 mee te kijken, leuk. Daar was het geluid ook goed, dus dat is wel heel top. Ah, super. Even kijken, de periscope krijgen we hier ook nog mensen binnen. Nou, ik zou zeggen, gooi er eens een vraag in via de kanalen. Als je het via Twitter doet en je kijkt de periscope, kan je dat doen met hashtag ObscuraVictorVictor van vrijdagvragen. En dan kunnen we via Twitter kijken en beantwoorden op de periscope stream. Die zullen we gelijk ook even opstarten. Doe eens gek. Start hem gewoon op. Twitter starten we gewoon eens op, om het zo maar te zeggen. Helemaal goed.
Maar het is wel leuk dat iedereen zich altijd lekker voorstelt. Maar jij stelt je eigenlijk nooit echt helemaal voor. Ik stel me nooit eigenlijk helemaal voor. Eigenlijk niet kunnen. Iedereen kent Misha. Jullie zijn mijn gasten, hè? Dat is natuurlijk ook weer zo. En als ik dan elke keer mezelf voor moet zijn, ik vind mijn gasten zijn voor mij degene die belangrijker zijn op dit moment. Maar ik ben Misha Maat, ook 37, grappig. Ja. En de oprichter van Café Obscura. En Vrijdagvraag is daar een onderdeel van. Café Obscura wordt een platform waar je kennis kan maken met beeldmakers. Dus de beeldmakers die vanavond aan tafel zitten. Maar ook de beeldmakers die je nog gaat zien op evenementen die we gaan doen. Workshops die we gaan geven. En de online trainingen die we gaan verkopen. En in de online training waar we nu mee bezig zijn, die we aan het filmen zijn, daar zit bijvoorbeeld Remke Vervondel ook in, samen met Roel Nijhorst. En die gaat over de basis voor een studio, voor een eigen fotostudio. En binnen die fotostudio, wat je dan je spullen, wat je daarvoor aan kan schaffen, waar je op kan letten, welke dingen die je kan gebruiken. Echt gewoon puur de basis, zeg maar. En ja, het idee is om dat uit te breiden, dat het een soort van kennisbank wordt op caféobscura.nl. En dat jullie daar met hun kennis gaan maken en kennis gaan delen. En zo jezelf je skills ook gaan opbouwen. Dus, en ja, de vrijdagvraag is gewoon lekker losjes, relaxed aan tafel. Vraagjes ontvangen, zeg maar. Dus ik zou zeggen, brand los. Gooi je erin. Brand los. Nou, vervangen worden door een pilsje. Hè? Dus, ja, hey, dadelijk gaan we misschien wel een pilsje doen. Kijk. Hoe krijg ik mijn camera de resolutie of de kleuren beter? Ik heb een Canon 1200D. Die vindt dat een leuke uitdaging. Geluid is prima, maar die kerels, poef. Bedankt, Willem. Goeie. Nou, okay. Ik wel, want we hebben ook nog Stillworker. Ik maak natuurfoto's. Hebben jullie daar ervaring mee? Die gaan we zo beantwoorden voor de Periscope. We doen nu eerst eventjes de vraag. Dus hoe krijg ik mijn camera de resolutie en de kleuren beter? Ik heb een Canon 1200D. Dus zal ik proberen daar antwoord op te geven? Ja, dat is prima. Maaike, de groetjes aan Mark. Bij deze. We geven toevallig alle twee workshops, maar welke workshops geef jij zeg maar het meeste? Want dat is misschien handig om te weten. Ik doe de basiscursus fotografie, geef ik heel veel. Dan zit je gelijk goed. Dus dat is het vaste ding. En dan heb ik ook wel een gevorderde cursus, wat minder vaak. En dan doe ik ook nog druppels en rook fotograferen. Oh, dat is wel cool. Dat is ook wel heel erg grappig inderdaad. Wat van dat soort losse workshopjes eigenlijk. Flitsen met je reportage, flitsen. Op camera of... Gewoon algemeen, dat kan je met een reportage flitsen. Bij de basis ben ik nu bij jou aan meekijken ook om te kijken. Ja, dit is typisch een basiscursus vraagje natuurlijk. Sander, ik zou zeggen. Ja, want ik denk dat die dan voor jou het meest geschikt is, omdat jij doet het merendeel met dit soort camera's. Ik werk er ook mee hoor, in mijn workshops, maar ik doe meer een, ik geef echt veel thematische workshops. Dus ik denk dat dit voor jou handiger is om te vertellen. Dus Maaike... Jullie kunnen natuurlijk gewoon aanvullen. Ja, tuurlijk. Ja, maar waar nodig kan ik hem zo aanvullen, no problem. Ik zit te kijken, de vraag is, hoe krijg ik op mijn camera de resolutie schuine streep kleuren beter? De resolutie is natuurlijk best lastig, want dat zit ingebouwd in je camera. Ze geeft nog een extra ding erbij. Ik heb hem in de M-stand staan, waarbij ik alles zelf kan instellen. Nou, dat is Nou ja, dat is prima, denk ik. Als je hem in de cursus zegt, dan zeg je dat niet prima. Nee, maar dat is een andere discussie natuurlijk. Ja. Als je in de M-stand gewoon goede foto's kan maken en je bent daar, laten we zeggen, comfortabel mee, dan denk ik prima. Ja. In de cursus vertel ik meestal van gebruik de diafragma voorkeuze of de sluitertijd. Ja. Wat even nog een vraag aan Maaike dan via het webinar. Wat is jouw status qua fotografen? Amateur, professional, semi-professional? Want dan weten we ook een beetje waar we over praten. Nou, zover ik weet heb ik haar met haar pas geleden gesproken, ook online. En is ze inderdaad net lekker begonnen en heeft ze die 1200D gekocht. En ze wil ook gewoon leuke foto's gaan maken. En er zijn er heel veel van. Dus in de M-stand is nog niet de juiste stand misschien nog. Nee, misschien is het dan handiger om eens naar de diafragma voorkeuze te kijken, AV. Maar sowieso over kleuren, wat bedoelt ze met kleuren? Is dat meer de kleurtemperatuur of heb ze weer daglicht? Ik vermoed dat als je een foto maakt... Zal ik even vragen? Ja. Even de baan. Als je een foto maakt, hè, gewoon, en je camera staat gewoon min of meer nog standaard ingesteld, dan doet die automatische witbalans. Mm-hmm. Ja. Maar als je dan een foto maakt, dan denkt de camera van die gaat gokken wat de kleur van het licht is. Dus als de kleur van het licht geel is, dan compenseert hij daarvoor. Mm-hmm. Maar als je iets fotografeert wat geel is, dan ziet die camera niet of de kleur van het licht geel is of dat het onderwerp geel is. Dus dan gaat hij dat geel ook terugdraaien. Ja. Dus qua kleuren op de automatische witbalans compenseert je camera altijd. Ja. Draait hij altijd de kleuren een klein beetje terug. Ja. En daardoor worden je foto's vaak een beetje flats. Mm-hmm. En
dan is het dus belangrijk, als je je witbalans goed instelt, dan komen de kleuren veel beter. Oké, ze zegt ook, ik bedoelde meer kleur, ja. Een amateur, haha, dat klopt, Mark. Ik heb morgen een shoot in de studio om een model te fotograferen. En ja, de kleuren zijn niet zoals het blote oog. Veel grijzer, minder kleuren. Ja, en dat komt door de witbalans. En niet scherp, zegt ze. Dus, en fotografeert fotografeer je in je rol? Dan de kleuren. Ja, dat heeft niet met de M-stand te maken. Fotografeert ze in je rol? Dat is ook wel misschien handig, dat ze later je kleuren nog aan kan passen. Ja, ik denk van eerst dit eventjes uitleggen. Ja. Daar zou ik sowieso mee starten. Ja. Dus in ieder geval zorg dat je, als je je camera instelt, dat je zowel in JPEG als in RAW schiet. Dan kun je ook zien wat het verschil is uiteindelijk. Wat je met RAW, zeg maar, allemaal nog aan data eruit kan trekken. Ja. Want als je in Camera RAW zit, of in Lightroom, of in DxO Optics, of whatever. Het maakt niet uit welke programma je gebruikt om in te laden. Kun jij namelijk nog de kleuren enigszins aanpassen. Dat gaat niet met een JPEG. Als je dat gaat proberen en je gaat je witbalans iets omhoog trekken of iets omlaag trekken, dan ziet het er niet meer uit. Maar als je dat doet met een RAW, kun je werkelijk de witbalans nog enigszins aanpassen. Ja, en ik denk ook als je camera het aan kan, kan je natuurlijk ook allebei de bestanden tegelijkertijd schieten. Dus zowel de RAW als de JPEG, dat betwijfel ik bij de 1200. Ja, hoor, wel, geen probleem. Ja? Ja. Oh, sorry jongens. Het is kennen, hè? Ja, ik weet het, maar ik heb... Oké, we dan weer kunnen. Gaan we niet aan beginnen, Ruk? Nee, hoor, het is geen geschende scherpte, nee, zeg maar. Precies, wat ze doen, is dan niet de M-standaard. Dus voor je kleuren, kijk naar die witbalans. Dat is superbelangrijk. Hè? Maak je buitenfoto's met bewolkt weer, zet er worden bewolkt. Of gaat meten. Kijk maar ik voel een beetje, als ik sorry dat je onderbreek, maar volgens mij is het een soort van paniek omdat je morgen een shoot hebt? Of, ja, kleurenpaspoort. Een kleurenpaspoort, ja, dat gaat wel heel ver. Nog nooit gebruikt. Vind ik wel een nette opmerking inderdaad. Je zou met een grijskaart kunnen werken om de werkelijke witbalans, zeg maar, op dat moment te kunnen vaststellen. Goed punt, Willem, dankjewel. Maar ik denk dat hetgeen wat Maaike eigenlijk aan het doen is, die gaat morgen gewoon ineens de studio in, die heeft dat nog nooit gedaan, of misschien wel eens een keertje meegekeken of wat dan ook, dan is het ook tricky. Voor mezelf heb ik altijd een paar standaard dingen eigenlijk als ik een studio inga. Ik heb een vaste kleurbalans waarmee ik begin, maar dan ligt het nog een beetje aan hoe het er omheen uitziet. Want als je in een hagelwitte studio staat, is jouw witbalans totaal anders dan dat ik het hier zou doen, waar het plafond iets geler is en waar hier de muren ook bijvoorbeeld iets geler zijn. Krijg je toch weer een andere witbalans, dus het is moeilijk. Paniek Piet is naar Spanje, zie ik hier, want ze heeft nog geen paniek, zegt ze. Oh, dat is goed. Het is meer voor zelf en algemeen. Dus. Yeah. Begrijp het helemaal. Het is wel heel moeilijk om het zo algemeen te kunnen uitleggen. Ja. Is het zo? Probeer een grijskaartje te scoren en probeer daar je witbalans iets mee in te stellen. Ja, of een workshop te volgen bij een van deze twee mannen. Alle drie, zeg maar. Alle vier eigenlijk zelfs. Ja, dat is mag kiezen. Alle vier. We kunnen het allemaal halen. Kijk maar wie de knapste vindt. Ja, wie het best geschoren is, dat vallen wij al. Ja, met z'n drieën, dat blijft er één over. Er was nog één vraag via Periscope. Die wil ik ook nog wandelen. Hebben jullie ervaring met natuurfotografie? Ja, dat was de vraag via Periscope. Ik weet niet meer. Wil de Periscope hem nog een keertje stellen? Dan weet ik ook wie hem of je naam even doorgeeft van ik was het. Dan kan ik even zien wie het... Nou, ik absoluut niet, zei ik net al. Daarom vind ik het ook wel heel leuk om hier mensen in te ontmoeten. Welkom Abel. Leuk dat je er weer bent. Ik doe het wel heel veel. Ik verdien er alleen niet zo heel veel geld mee. Nee. Dus af en toe dan heb ik eens een fotootje die gepubliceerd wordt. Bijvoorbeeld de kerstkaart voor de Partij van de Dieren van vorig jaar. Daar zit een foto op van tussen van wat zwijntjes. Mm-hmm. Die heb ik gemaakt. Okay. Dus, weet je, dat soort dingetjes. Dus af en toe komt er eens wat in een magazine. Maar... Wat is de vraag eigenlijk precies? Ja, volgens mij was het gewoon de ervaring die ze hadden, die jullie hebben met natuurfotografie. Maar degene die Periscope zat, krijg ik geen reactie meer van. Okay. Zijn er nog andere vragen bij de Periscopers? Volgens mij van Melissa zag ik nog een vraag, daar iets naar boven. Ja, er was iets met scherp. Oh ja, Melissa had een vraag over, hebben jullie een eigen stijl van fotografie ontwikkeld? Wellicht tips voor fotografen die nog zoekende zijn naar hun eigen stijl. Nou, vind ik een mooie vraag. Ik denk dat we allemaal wel een dingetje wel kunnen overleggen. Over hebben, denk ik, ja. Ja, absoluut. Meningen genoeg, hoor. Ik trap hem af. Ik ben altijd eigen stijl. Ja, ik denk het wel. Ik hoor het vaak terug van klanten dat ik dat wel heb en dat mensen het ook in mijn foto's terugzien. Maar ik ben me daar zelf niet zo heel erg van bewust. Maar ik doe alles heel erg op gevoel. Ik ben ook zeker geen technische fotograaf. Ik doe mijn fotografie op gevoel, mijn gesprekken, mijn zakelijke dingen, alles op gevoel. En
Ja, ik schijn een eigen stijl te hebben, maar ik weet niet zo goed zelf wat die is. Het is heel apart, maar... ja. Nee, maar dat is jouw gevoel. Wat je ja, precies. Maar afleveringen ja, verder en dan kan je het gewoon vertellen. Ja, precies. Maar dat is voor iedereen gewoon echt heel uniek. Want ja, dat heeft hij ook. Want ik heb jullie dingen ook nog even mm-hmm, door te kijken voordat ik hier kwam. Dat ja, was wel handig. Maar inderdaad, de ene heeft een bepaalde witbalans waarin hij altijd schiet bijvoorbeeld. Ja. De ander heeft weer een bepaalde zachtheid van achtergronden. En de ander heeft weer heel veel diepte. En dat is iets dat ontwikkel je vanzelf. Ja, ja, helemaal mee eens. Ja. 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 Maar daar gaat gewoon ja, tijd overheen. Dus ja, Melis, voor jou is er echt nog hoop. Waarschijnlijk heb je je eigen stijl al. Ja. Ik vind van wel, Melis, ja, want je maakt echt heel mooi werk als we bezig ja, zijn. Dus ik denk niet dat je daaraan hoeft te twijfelen. Je mag je site even delen hoor, op de webinar. Dan kunnen we hem opnoemen en dan kunnen mensen daar naar kijken. En kunnen, misschien als je dat wil. Dat is misschien wel leuk. Ja, ja. Even kijken hoor, nog een vraagje van de Periscopers. Er zijn er inmiddels ook een paar bijgekomen, zag ik. Als het goed is, was iets met Brigiel. Ik weet eventjes nou niet meer welke. Abel hebben we als kijker, Jen en Barbara. Barbara, gezellig. Oefenen. Ja, oefenen. Dat moet je sowieso, Melis, dat weet je. Ja. Hoe dan ook. Dan hebben we Honey Cole, neemt ook deel van met Periscope. Maar vergeet niet dat niet alleen maar de fotografie je stijl bepaalt, maar ook wat je later doet in de nabewerking. Daar zit denk ik eigenlijk het grootste deel waarin jij je sferen gaat bepalen. En dat weet je, want dat hebben we ook wel eens doorgenomen. Ja. Dus daar zit een heel groot stuk. Het stuk waarmee ik schiet, kijk, ik kan dan schieten in bepaalde manieren. Dat Dark Beauty, wat ik morgen ga doen bijvoorbeeld, is een stijl waarin ik ook echt al schiet. Maar dat houdt niet in dat je dat ook niet achteraf zou kunnen doen. Ik vind het alleen heel erg gaaf om mensen te laten zien dat het al uit je camera kan komen. Dus je kunt al in die stijl schieten. En volgens mij hebben wij ook al buiten gedaan en dat we een zon hebben gesimuleerd. Ik noem maar eventjes wat. Is ook een stijl die je kunt maken, gewoon met tegenlicht. Ja, ja, leuk. Nee, stijlen zijn er genoeg. Ja. Ik denk dat je gewoon door te kijken, door foto's te analyseren, door te kijken hoe het valt, wat het doet, dat je daar ook stijlen door kan creëren. Ja. Je moet het niet kopiëren, maar je moet gewoon eruit halen wat je zelf denkt van hey, dat zou ik ook wel eens in mijn beeld willen proberen of doen. Ja. Dus gewoon doet wat je leuk vindt, ontwikkel je vanzelf een eigen stijl. Oefenen en doen wat je leuk vindt. Dat is de meest belangrijke. Ja. Doe het met je hart, met plezier. Ja, ja, zeker weten. Ja, absoluut. Nice, even kijken hoor. Wat krijgen we hier? Ik heb mijn dochters op de chat, krijgt wel, jullie... die zit wat rechter. Nou, kijk. Hebben jullie nog specifieke tips om het Amsterdam Lichtfestival vast te leggen? Een vraag van Margo Vrede. Ja, is wel een leuk om naartoe te gaan, hè? Ja, ik heb toevallig ook al zitten denken. Neem een statief mee in ieder geval. Ja, tip 1. Tip 1, statief. Ja, de belangrijkste. Ja. Tip 2. Tip 2. Zelfontspanner. Ja, zet je beeldstabilisatie uit. Ook belangrijk. Ja. ISO? Wat hoger plaatsen? Nee, als je hem op een statief zet, dan kan je prima met een ISO 100 of een ISO 200 gewoon een goede foto maken. Ja. Ja. En het ligt eraan hoeveel diepte je wil creëren, met welk diafragma je dan weer gaat schieten. Ja. Of dat je juist wil dat een deel van al die lampen verder weg, zeg maar, dat wat meer van die bolletjes worden, dan ga je wat lager in je diafragma zitten. Moet je wel zorgen dat je object goed scherp gesteld staat, maar dat kun je heel mooi doen op een statief. Abel geeft een vraag, maar ik snap hem niet helemaal. Long-ex? Lange exposure? Ja, kijk. Sorry, Abel. Ja. Sowieso zit je dan vast aan lange koffie, exposures. Koffie meenemen, zegt Barbara. Koffie. Ja, dat is ook wel mooi. De. Wat ook een leuke tip kijk, is met fotografie van lichtjes. Als je je diafragma helemaal dichtdraait, dan krijg je juist dat de lampjes, dat worden dan sterretjes. Ja. Het ziet er super mooi uit. En de lampjes die verder weg zijn, en dan krijg je bokeh. Ja, maar dat is het diafragma waar juist weer laag is. Dit is helemaal open staat, zeg maar, dan krijg je dat deel. Je begrijpt wat ik bedoel. Maakt niet uit. Ja, we begrijpen het wel hoor. Het is net als Mrs. Bokeh. Mrs. Bokeh. Maar Elwin, jij vraagt beeldstabilisatie uit. Hij wil altijd compenseren. Nee, al Oh, zit Elwin daar. Oh, sorry. Ah, ik hou dat ook bij. Jongen. Nou, wij samen gewoon helemaal bij. Hoppatee. Weet iemand de technische werking ervan? Ja. Gooi jij hem er eens uit dan? Nee. Ja. Er zit als beeldstabilisator zit er een soort elektronische gyro in. En die doet heel langzaam verloopt die. Dus die compenseert wel voor hele korte trillingen. Zo, daar compenseert hij voor. Maar het doet heel langzaam dit. En als je een sluitertijd hebt van een seconde of 10, 20, 30. Dan wordt je foto dus juist bewogen, omdat die beeldstabilisator aanstaat.
Als je nu op een statief hebt staan en je zet je beeldstabilisatie uit, dan blijft je foto gewoon mooi strak. En dan heb je daar dus geen last van. Dit wordt de tip van de week. Dat weet ik nu al. Ja. Ik zag er ook nog een vraag boven staan voor de beeldstabilisatie. Ik benader vaak alles via techniek. Ik ben techneut van beroep. En ik heb juist problemen met het creatieve. Hoe buiten veel oefenen, kan sneller stappen vooruit maken. Soms merk ik dat ik blijf hangen in gewoontes. Dat is Willem van IJsden. Willem van IJsden, ja. Misschien leuker voor jou? Ja. Zijn dat zit in je of dat zit niet in je? Dat kun je wel een beetje stimuleren, maar ik denk niet dat je het echt helemaal aan kan leren. Dat, ik heb een ontzettend fijn iets gekregen van mijn papje en mijn mamje. En dat is ADHD. En even serieus, daardoor ben ik heel druk. En ben ik een heel druk ventje en soms wat chaotisch. Maar daardoor heb ik wel een heel andere kijk op dingen. En kun je veel creatiever werken. De meeste beeldmakers die ik ken, en ik weet niet of dat hier toevallig ook geldt, hebben allemaal ergens een soort geestelijke afwijking. En jouw kennende Willem, heb jij best een goede geestelijke afwijking. Dus ik denk dat als je gewoon rustig je tijd neemt ervoor, en je zou gewoon eens echt de rust nemen om lekker te gaan fotograferen met je volle plezier eigenlijk, dan kom je er wel. Het probleem is alleen, denk ik, dat in jouw geval, ik ken een beetje ook jouw achtergrond, je hebt het gewoon ontzettend druk. En die drukte, die neem je ook altijd mee dan nog in je ontspanning. En dat is eigenlijk zonde, maar je moet het echt los zien te laten. En pas dan kun je echt heel andere dingen gaan doen. Je hebt een, zoals je zelf vindt, een prachtige vrouw. Ga dan mee op pad, maak mooie dingen. Kijk. Ik ben benieuwd. Ja, ik heb hier nog eentje. Hoe creëer je meer diepte in een foto? Ik heb wel de AV-stand, maar ik heb bijvoorbeeld foto's van mijn paard die ik wil shooten. En als ze stilstaan, lukt dat? Even kijken hoor. Lukt het dat zij dan meer naar voren komt en de rest wazig wordt? Maar wanneer ze beweegt, krijg ik een enorme wazige foto. Een hele mooie zin. Vraag me af. Even kijken, dat is een andere. Dat was van Maaike. Dus hoe creëer ik meer diepte in een foto? Ze heeft wel een AV-stand. Als ik bijvoorbeeld foto's van mijn paard wil shooten, als ze stilstaat, lukt het dat zij meer naar voren komt. Ja. En dan is de rest water. Ja. En als ze beweegt, dan krijgt ze dus een enorme waas. Ja, en als ze beweegt, krijgt ze een enorme waas. Ja. 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 Ja, het probleem van het feit dat je een enorme waas krijgt als je paard beweegt, dat komt omdat je sluitertijd waarschijnlijk te lang wordt. Als dat paard beweegt en je sluitertijd is te lang, dan gedurende de tijd dat je sluiter open staat, krijg je een bewogen foto. Ja. Waarschijnlijk ben je iets te zuinig met je ISO dan. Ja, je hoeft niet bang te zijn om de ISO iets open te gooien. Zeker ook niet op de 1200D, weet je. Ja, zeker die, met nieuwe camera's. Ja, die 1200D is ook echt perfect. Ik heb die dingen ook wel gebruikt. En in die workshops komen ze regelmatig naar voren. En dat zal je ook hebben. En eigenlijk soms denk ik wel eens van, waarom heb ik eigenlijk een vreselijk dure camera gekocht? Als ik in de studio sta, krijg ik er exact hetzelfde uit. Is buiten wel een tikje anders. Maar vooralsnog, ik heb wel vrij lichtsterke lenzen. Omdat die lichtsterke lenzen, is het gewoon heel fijn. Omdat je dan wat lager in ISO kan zitten. En uiteindelijk heb je wel weer een ander probleem. En dat is als je die diepte wil maken, dan ga je ook iets lager in diafragma. Zodat de achtergrond onscherper wordt. Maar dat stukje scherp stellen, als dat paard enigszins beweegt, dan ben je dus gelijk helemaal onscherp. Dat is dus een nadeel. Dus het is altijd kiezen tussen twee banen. Ze had tips gehad om de ISO zo laag mogelijk te houden. Ja, 100, zeg maar. Ja. Zet hem wat hoger. Mag iets hoor. Maak je geen zorgen. Je kan met die 1200D, wat zullen we doen? Ik denk dat je bijna tot ISO 1600 kan gaan zonder problemen. Makkelijk. Ja. Er was ook nog een vraag van Lisbeth. Ik vraag me af wat een leuke toevoeging aan mijn lenzen zou zijn. Vooral met het oog op landscape fotografie ben ik bezig van 50 mm, daar gaat die schrijvers om, 1.8, evenals de kit lens 70-300, roept u maar. Ze heeft al een 50-38, 1.8? Ze heeft al een 50 mm 1.8, evenals een kit lens 70-300. Dus ik denk dat een groothoek lens voor Lisbeth een goede aanschaf zou zijn. Zeker 35 mm. Ja, 35 of een 1740 bijvoorbeeld. Ik weet niet, wat voor merk heb je qua camera? Canon heeft bijvoorbeeld een mooie 1740 die betaalbaar is. Ja, heb je meer geld, is de 1635 ook een mooie. Maar een groothoek is denk ik wel, dat is denk ik wel voor landscape wel een beetje af wat voor soort landschapfoto's. Ja.
Dus als je even wat wil antwoorden, Lisbeth, voor wat voor soort landschapfoto's en welke merk camera, dan kunnen we daar wat verder op in. Moet ik eerlijk bekennen dat ik soms, als ik een landschapfoto wil maken en ik heb mijn 50 mm erop, dan schiet ik gewoon 6 foto's, zo, klik, 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 klik. Ja, en dan zeg ik in Lightroom van, de Canon samen en dan heb ik ook groot op. Ja, dat is ook zo. Kun je ook stitchen. Abel zegt de Canon 1024. Abel is Canon gebruiker, dus zie ik ook. Okay. 1024 is ook... is gelijk heel erg groot. Hoek. Heel groot. Krijg je bijna fish eye, maar het is wel heel mooi. Is het gewoon als je aan de bovenkant en de onderkant ja. Ja, klopt. Heb je een panorama. Dus een, ja, dat is wel zo. Ja, ik vind het heel mooi. 1024 is op een kropcamera gewoon normaal. Kijk, Lisbeth, ja, Lisbeth zegt ook groothoek lens genoteerd. Ja. Kijk, alsjeblieft. Ja. Ja, ik denk dat dat het beste is. Even kijken, gaan we naar een volgende vraag. Die staat hier voor nog. Weet je. Ja, even kijken, we beginnen. Ja, met welk merk camera schieten jullie en waarom? Zullen we dat even kort doen? Met welke merk camera's? Ja, kies gewoon je favoriete. Je hebt meerdere merken, denk ik, volgens mij. Ja, ik heb er best wel veel. Dus het wisselt bij mij wel eens. Professioneel is het Canon. Ik ben ook Canon. Ik ook. Ja, ik ook. Sorry. Ja. Sorry, meneer Nikon. Ja, sorry, Tim. Als je wil dat er een kan Michel bij, zo ik je uitnodigen. Dat is een Nikon fotograaf. En dat is landschapfotograaf ook. Of HDR-landschappen, zeg maar. Ja, we hadden vorige week Ruud de Jong heeft ook al in. Waar is het bier, vraagt Chapko. Ja. In de koelkast. Ik ben overigens privé de laatste tijd enorm gelukkig met een Sony. Ik hoor daar meer mensen over. Sony Alpha 7. Aan de, frisse dranken. Daar zit ik zelf zelfs ook nog wel eens aan te denken. Maar dan eigenlijk meer ook voor mijn film. Ja, dus waar fotografeer je mee en waarom? Ja, Canon, dat soort dingetjes. Even kijken hoor, wat hebben we nog meer? Oké. Ja, iemand anders zegt een ISO, dat was die. Ik heb een 1855 lens. Het is irritant dat het elke keer naar boven schiet. Ja. Mag ik daar wel standaard bedankt. Hoe kan ik het beste vuurwerk fotograferen? Een vraag van Helene van Houten. Krijgen we nu ook natuurlijk. Trial and error. Trial and error. Yeah. Dat is echt trial and error. Ja, een beetje wat er iets over zeggen, toch? Ja, ik kan het zo zitten. Je mag voor Sander. Zeg het maar. Zal ik het weer zeggen? Zeg het maar. Ja. Bijna hetzelfde als het verhaaltje van de avondfotografie daarnet. Ja. Zet hem op een statief. Dat in ieder geval. En richt je camera, laten we zeggen, op de plek waar je verwacht vuurwerk te gaan zien. En meestal kies ik een diafragma wat vrij hoog is. Diafragmaatje 10, ISO 100 zou ik eens mee beginnen. En dan zou ik een sluitertijd van een seconde of 5 kiezen. Zodat je, laat me zeggen, mooi die sliertjes ziet van het vuurwerk. En volgens mij ben je dan al een heel eind. 5 seconden sluitertijd. Dus handmatig. Diafragma 10, ISO 100. Gok ik. Wordt die te donker, doe je het diafragma een beetje lager of je ISO een beetje hoger. Ja, het is trial and error wat we al zeiden. Ja. Uit de hand gaat het trouwens ook wel, hoor. Ik heb wel eens evenementen op hand gefotografeerd. Een beetje lange sluittijd, een beetje. Dan krijg je het ook wel. Ja, dan krijg je alleen soms van die rare diepertjes erin. Je moet jezelf voorstellen, met 5 seconden, als je dus een explosie hebt. Poef, en dat komt dus helemaal zo. Dan heb je dat in 5 seconden totaal op je beeld staan. Ja. En als je zegt van, ik vind het juist heel mooi om alleen maar van die kleine dingetjes te hebben. Dan kun je zeggen van, ik ga naar 1,6 seconden of ik ga naar 2 seconden. Dan zet je hem korter. Zet je hem iets korter. Ja. Dus bij deze een goed antwoord alleen. De groothoek is genoteerd. Vaak toch op vakantie. Wacht even. Ik krijg via de Periscope een vraag voor Remco. Hoe vaak maak je foto's zonder opdracht? Dus zeg maar uit eigen initiatief. Bijna nooit meer, om heel eerlijk te zijn. Ik heb het in het verleden best wel natuurlijk heel veel gedaan. Ik denk dat iedereen zo begint. En nu ben ik soms blij dat ik mijn camera even niet bij me heb. Het was net ook een issue eventjes. Van, er komt iemand met zijn camera binnen. En wij zeiden altijd gelijk van, nou, we hebben hem nou juist een keer niet bij ons. Ik heb hem altijd bij me. Dus niet dat ik het niet leuk vind. Maar soms is het ook wel lekker om je camera even niet bij je te hebben. En gewoon je sociaal te gedragen. Zeg maar, in plaats van dat je altijd achter iets staat. Dat kan ik me niet voorstellen. Nee. Ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen, jongens. Er werd net gevraagd wat voor camera, wat voor merk gebruik je. Ik heb sinds kort een Fuji X-T1 erbij, systeemcamera. Oh, dat heb ik eigenlijk bewust gedaan voor trouwreportages. En dan voornamelijk de receptiefoto's. Maar dan eigenlijk de buitenfoto's daarvan. Dus met strandlocaties, noem maar op. Juist omdat je dan geen groot bedreigend lens, camera voor je neus hebt. Je kan makkelijk contact maken. En je kan heel sneaky je shots maken. En dat levert hele leuke spontane foto's op. En de kwaliteit is bijna, doe ik niet onder voor wat ik normaal gebruik, zeg maar, mijn spiegelreflex. Ja. Dus ik ga tegenwoordig met 3 camera's op pad met een bruisreportage. Nice. Ja. Prachtig toestel, zegt Barbara. Kijk. Groothoek genoteerd. Vaak toch op vakantie met bezienswaardigheden.
Dat was een van de vragen. Ja, Nikon Rules. Nikon Rules, helemaal goed. Canon Power. Canon heeft zijn power, ja, dat staat er helemaal missen. Kijk. Canon hier gebruiker. Leuk. En op de Periscope, wat gebruiken jullie voor merk camera? Abel weet ik het al van, die gaat daar de Canon in toetsen, hoor ik net. Een andere stomme vraag. Ik heb net een abonnement op Photoshop en Lightroom genomen, maar de Creative Cloud van Adobe blijft de installatie-update op inflatie-update 0% staan. Als ik hem uitdoe en weer aan, blijft hij op hetzelfde. Moet je echt even bij Adobe zelf zijn. Nou, je kan met hun chatten op de site. Ik heb van je ook een uur met ze aan de chat gezeten voor een probleempje op te lossen. En dan nemen ze je stap voor stap er doorheen. En dan misschien wel even wat deinstalleren of eraf gooien, nieuw doen. Maar ik denk dat je even naar Photoshop site zelf kan gaan en even een chat met iemand starten. Ik denk dat het best is. Dit probleem heb ik ook af en toe. Bij mij helpt het vaak wel als ik mijn computer even uit en dan weer aanzet. En wat ik ook heb gemerkt is dat hij dan op nul blijft staan. En dan zet ik hem op updaten. En dan wacht ik gewoon een uur. En dan gaat het toch opeens lopen. Ja. Heb je zo lang gewacht? Ja, dat heb ik nog nooit gehad. Barbara heeft ook Fujifilm en Canon. Dus je hebt dezelfde als jou, denk ik. Fuji. Ja. Grappig. Even kijken hoor. Dat was die met 0%. Maar nu kan ik Photoshop en Lightroom niet downloaden. Maar hoe krijg ik het goed? Moet ik het opnieuw proberen of te downloaden? Ja, wat wil zeiden. Beter eventjes met Adobe contact opnemen. Of deinstalleren en opnieuw proberen. Ja. De vraag nog van Helene, draadontspannen gebruiken, dat is denk ik voor de vuurwerkvraag was Helene toch? Ja, of voor de avondfoto. Al focus. Ja, alle twee. Amsterdam. Ja, Amsterdam, al focus. Je kan een draadontspannen gebruiken, maar je hebt eigenlijk op iedere camera tegenwoordig ook een 2 en een 10 seconden stand die je in kan stellen. Dus dan zit er een vertraging in van 2 seconden voordat de sluiter open gaat. Soort met klokje zo met een pijltje erbij. Ja, kan je gebruiken. Ja hoor. Ja, dus dat is een zelfontspanner mode. Ja. Al focus vraagt ze er nog bij. AI focus. Al focus. Waarschijnlijk alle focuspunten aan bedoel je dan alleen? Even kijken, waar staat dat? Oh, ja, dat is wel een goeie. Al focus. Nou, als je zeg maar dat vuurwerk fotografeert. Waar stel je scherp? Ja, waar stel je scherp? Dat is natuurlijk wel leuk. Nou, ja, wat ik meestal doe. Je hebt op je lens heb je van die tekentjes. Ja. En dan kun je zeggen, ik zet stel op een meter scherp, 5 meter. En dan zet ik hem meestal op oneindig. Ja. En dat is een rondje. Dat is bij de meeste lenzen niet helemaal doordraaien, maar een klein stukje weer terugdraaien. En wat je ook nog kan proberen is gewoon een lantaarnpaal die, laten we zeggen, heel ver in de verte is, die scherpstellen. Ja. En daarna op handmatig scherpstellen zetten aan de zijkant van je lens, anders gaat hij toch weer opnieuw proberen scherp te stellen. Ja. Top. Okay, zijn jullie dat daarmee? Ja, helemaal. Dat klopt. Ja. Werken jullie veel met natuurlijk licht of voornamelijk studioreportage met flitsers? Beide. Ja, beide. Ja. Ik heel veel natuurlijk licht, maar ik vind studio tegenwoordig ook best leuk, moet ik zeggen. Maar natuurlijk licht is toch wel echt mijn passie. Ja. Voor reportageflitsers, dan noemen ze denk ik de kleine flitsjes mee. Ja, het wordt eigenlijk allemaal wel een beetje gebruikt, denk ik, door ons allemaal te elkaar in. Hè? Ja, ik gebruik geen reportageflitsers. Voornamelijk, ik heb ze niet eens. Voornamelijk gewoon flitsers, hè? Ik heb er geen idee. Ja, ik heb gewoon echt mijn... ik heb mobiele flitsers, dus voor mij is het heel makkelijk om ze mee te nemen. Dan heb ik gewoon in één keer 700 watt Tot beschikking. Een accu. Ik gebruik Foxflash, wat zij zelf ook gebruikt toevallig. Oh, kijk. Ik weet wat zij. Maar jij doet nooit recepties of zo dan ook binnen of dat soort dingen? Nou, ik ben heel blij dat jullie trouwerijen doen. Ja. Hoef ik het niet te doen. Nee, oké. Okay. Ik heb daar niks mee. Ik heb niks met kinderen, niks met volle buiken, niks met gezinnen, met trouwen, alsjeblieft. Nee, ik ben echt puur modelfotografie. En ik vind het leuk om kennis over te dragen. Ja. Daarom zit ik ook hier mede. Ja. En dat vind ik gewoon heel leuk. En dat iemand dat gebruikt juist in zijn of haar fotografie, wat juist wel is voor de bolle buikjes en weet ik het. Ja. Vind ik alleen maar hartstikke leuk. Ja, ik vind het leuk om de resultaten te zien. Ja. Leuk voorbeeld is dan Elwin bijvoorbeeld. Daar heb ik ook wel eens wat dingen op workshopbasis mee gedaan. En dan zie je dat die resultaten beter worden. Vind ik alleen maar gaaf. Ja. Maar ik ben blij dat hij zeg maar die bolle buikjes doet en ik niet. Ja. Ja. Hey, even terugkomen op kennis delen. We zitten midden in de aflevering 4 van Obscura Vrijdag Vragen. Je kan aan de gasten hier op tafel vragen stellen, betreffend tot fotografie en beeld maken. Dat kan je doen via de app, via de Periscope app. Je kan het doen via de webinars, je bij ons op de webinars zit te kijken, via de chatgedeelte. En je kan het ook doen als je via de Periscope kijkt, maar dan op de desktop, kan je het doen via Twitter met hashtag ObscuraVictorVictor van Vrijdag Vragen. Daar kan je helaas geen vragen stellen via de desktop van Periscope. En we hebben ook een linkje op de site gezet trouwens net, ook op Facebook site, als je naar de pagina gaat van Café Obscura.
staat er in de post voor vrijdagvragen. De bovenste post staat een linkje naar YouTube. En dan kan je ook live meekijken met de uitzending. En als het goed is, kan je daar ook commentaar onder geven. Dus probeer dat ook even. Dan kunnen we kijken of dat ook werkt. Dus ik zou zeggen, vraag er nog eens wat aan onze kant. Wie zouden jullie graag nog eens voor de lens willen hebben en waarom? Sander? Jeetje, lastige vraag. Wie zou jij voor de lens willen hebben en waarom? Eigenlijk vind ik iedereen leuk om voor de lens te hebben. Het maakt me niet zo heel erg veel uit. Ik heb daar niet een speciale, laten we zeggen, iemand dat ik zeg van, nou, die wil ik per se voor mijn lens hebben. Nee, ik vind eigenlijk alle mensen wel interessant om voor de lens te hebben. Ja. Ja. Nou, ik eigenlijk precies hetzelfde. En als ik dan echt voor een keuze moest staan, dan zou ik toch wel Doutzen, denk ik wel. kiezen, om eerlijk te zijn. Doutzen, gewoon een keer die professionaliteit meemaken van haar. En ik denk dat het je fotografie wel naar een next level kan brengen, ja. Met zo'n ervaren model. Ja, ja. Ja. Nice. Ja. Ja, Rogier was van de vorige keer nog, zie ik, volgens mij, 4 december. Klopt. Dus ik had het wel. Dus het is wel gelukt. Via Twitter gaat het goed, alleen het kan soms even duren voordat hij binnenkomt, maar we houden het in de gaten. Hmm. Dat is vooral voor de desktop gebruikers van Periscope. Right. Even kijken, hebben we nog een vraag in de webinar? Het probleem met Photoshop is opgelost. Ook binnen het webinar zitten er een paar die het samen hebben gedaan. Ja. Hoe zorg je ervoor, daar gaat die vraag weer van weg. Hoe zorg je ervoor dat als je een foto uploadt via Facebook, de kwaliteit goed blijft? Nou, als je, daar heb je niet vorige week gekeken. Nee, want toen heeft Mark al een goed antwoord gegeven, maar dat wil hij best nog een keer doen. Als je hem terug zou kijken, zou je het zien inderdaad. Ja. Ik heb altijd een vast formaat, zeg maar, om de foto's te verkleinen. En dat is altijd op 1080 pixels hoog. Want dat is eigenlijk de maximale hoogte van een beeldscherm. Tegenwoordig is het ook alweer hoog, omdat je 4K hebt en zo. Maar dat is eigenlijk het meest gebruikte. Dus ik gooi hem 1080 hoog. En dan gooi ik er een heel klein verscherpertje overheen nog. En dan save ik hem voor web. En in de allernieuwste Photoshop houdt het in export en dan save voor web. Ja, het is veranderd, hè? Ja, ze hebben net een beetje veranderd sinds 2015. Ja. Ja, dus dan exporteer ik hem. En als je onder de 780 kb blijft, zoiets, zeg maar 7500 kb, dat de max grootte is, dan gaat Facebook hem niet helemaal verkneukelen voor je. Want het probleem is dat als je daarboven gaat zitten, gaat hij hem alsnog wat comprimeren. En dan ziet hij er alsnog niet mooi uit. Dus als je zorgt dat je beneden de 750 kilobyte blijft, dan houdt hij de kleuren ook nog een beetje intact. Want anders gaat hij ze, zeg maar, nog kleiner maken en de kleurdiepte wordt een heel stuk minder. Dat is zonde. Ja. Nou, vind je het een waardevol tip? Geef even voor Periscope een aantal hartjes. Ja, dat is altijd goed. Hartjes, die kan je zo pap. Leuk doen. Dan kun je hem aan hem geven, dus dan moet je bij hem tikken. Nou, nu komen ze bij op zijn buikje. Doe maar op zijn buikje. Ja, zie je dat werk? Dan komen ze bij Remco, ja. En bij het webinar geef even aan. Sorry, dat ging helemaal verkeerd om. Of dit een waardevolle tip vond via het webinar. Doe gewoon met ja of nee, dat is goed. Ik kreeg net al de opmerking dat ik mijn buik moet intrekken. Het blijven de mannen. Het blijven mannen, staat hier ergens, maar ik ga eens even kijken. Ja, natuurlijk licht. Hetzelfde probleem. Hoe zorg je daarvoor? Even kijken hoor. Stuur maar door. Ja, hebben jullie favoriete lenzen voor bepaalde genres van fotografie? Ja. Mark zit hard te schudden. Ja, dus absoluut, ja. En bedankt, zegt Barbara. Heel veel favoriete lenzen. Ja. Nou, ik gebruik heel veel diepte in de foto's die ik gebruik. Omdat ik heel erg hou van van dat ene punt scherp en de rest onscherp. Het is de moeilijkste vorm om te fotograferen, maar het is super vet. En eigenlijk hetgeen wat ik het meest gebruik en wat ik morgen ook weer ga gebruiken, bijvoorbeeld in de workshop / shoot, dat is de 85mm 1.2. En dat is een ontzettend lichtsterke lens, maar echt vreselijk mooi. Dus je krijgt daar een diepte van waar je u tegen zegt. Het is ook een tijdje heel hot geweest in de trouwfotografie. Hè? En nu is het weer een beetje eruit gegaan. Ja? Oh, geen idee. Ja, 2-3 jaar geleden was het helemaal hot. Dat iedereen 85 1.2 niet kon betalen. En nu is het eigenlijk weer een beetje weggeëpt. Ja, wat is jouw favoriete lens? 2470, 2.8 en 70, 200, 2.8. Ja, in de studio. Dus ik denk dat ik me daarop aansluit dat ik daar het makkelijkst en snelst mee werk. Ja. 100 vast, 2.0 vind ik ook wel leuk voor portretjes. Ook wel erg leuk. Ja. En, ik gooi de 1740 ook wel vaak erop voor eventjes snel wat lekker snel binnen wat fotografie. Maar favoriet, denk ik ook dezelfde als jou. Ja, en in trouwfotografie is ook nu de 35mm is heel populair. Ja, vaste brandpunt, dat je echt zeg maar naar je onderwerp moet lopen en niet inzoomen, uitzoomen. Een luie fotograaf, dus echt wandelen voor je shot te pakken.
Maar welke dus... 35? Want je hebt tegenwoordig ook die Sigma's. Sigma, die Art-versie, die hebben, wordt veel gebruikt. Heel veel en inderdaad, ja, maar ik lees ook alweer wat klachtjes ook op Facebook. Dat het toch minder goed gebouwd is als een Canon lens. Ja, maar ja, goed, misschien is het ook een 1 op zoveel 100. Bedoel. Ja, who knows. Ik heb nou mijn Canon 24-70 2.8 1600 euro. En het is binnen een half jaar, mijn rubber ring is ook helemaal los. Ik heb dat gezien. Ik zie dat op heel veel filmpjes. En waarschijnlijk je nog moet maken ook. Dat zitten. Je het gewoon moet betalen. Ja, het is echt slecht, hè? Ja. En Sander? Ja, mijn favoriete lens als ik fotoshoots heb of bruiloften, zit eigenlijk zit een 70-200 2.8 erop. Mm-hmm. Dat vind ik echt een waanzinnige lens. En voor het, laten we zeggen, wat minder telewerk gebruik ik toch heel vaak 50 mm 1.4. Ja. Voor de groepsfotootjes zit ik al gauw inderdaad de 24-70 2.8. Dat gebruik ik niet zo heel vaak, moet ik eerlijk bekennen. En ik ben de laatste tijd ook een beetje aan het experimenteren met antieke lenzen. Ja, dat kan ik op die Sony-camera kan je die zetten. En bijvoorbeeld de 85 mm 1.8 van Takuma heb ik er nou op zitten. Mm-hmm. En ja, vooral die onscherpte van die lenzen, dat is echt waanzinnig. Mm. Dat is een beetje, laat maar zeggen, het dingetje waar ik op het moment veel mee experimenteer. Mooie microfoon. En krijg echt onwijs mooi. Bedankt voor de opmerkingen, Joanne. Maar het lijkt een beetje, denk ik, op wat jij ook eigenlijk gebruikt. Ja. Ja. Het valt mij dat niemand ook vraagt wat we zitten te eten. Nee, gewoon lekkere chippy dingetjes. Ik neem altijd van die lekkere dingen mee. Hè? Je mag hem wel een keer lenen, Joanna, de microfoon. Kom op. Hey, en we hadden hier nog een vraag. Maar ik vind het zo grappig dat je ziet gewoon ook bij verschillende takkenfotografie dat iedere tak dus ook zijn eigen favoriete lens heeft. Ja. Die 70-200 2.8. Ik vind het vreselijk. Ja. Ik kan er niet mee wat ik ermee moet doen. Nee. Als ik hou van die lens. Ik heb heel veel tegenlicht wat ik gebruik in mijn foto's. Maar als je er die 70-200 voor gebruikt. Ik heb het van de week nog in een workshop gehad met iemand. Ja. Probeer dat maar scherp te stellen, terwijl je echt gewoon vol de zon erin hebt. Mm-hmm. Niet te doen, dat gaat niet. Ja. Gebruik je dan de oude versie of de nieuwe versie? Beide. Die nieuwe is wel beter, moet ik eerlijk toegeven. Ja. Maar die oude versie, dat was echt een ramp. Het enige is, als je hem dan goed weet te gebruiken, want dat is echt leren gebruiken met tegenlicht. Ja, dan krijg je wel de best vette flares eruit in het design. Dat is wel met die eerste versie heel top. Ja. Dus daar dat is de enige waarvoor ik zou zeggen van ja, dat is leuk. Ja. Maar verder, nee, ik ben echt van die 1.2 lenzen en zo. Het is zo super mooi, omdat je zoveel contrast overhoudt. Aan om het dan even over de lenzen te houden. Ik wil eventjes van de periscopers weten hoe het geluid is, want ik hoor iemand die zei dat er ruis was. Dat zei Joanna. Dus even graag van jullie antwoord of het geluid nog goed gaat. En we hadden hier, omdat we met lenzen bezig zijn, hoe test je de kwaliteit van je lenzen? Waar let je op? Mm-hmm. Ja, wel tricky. Dat is een lastige vraag, denk ik. Of je het beeld wat die lens produceert mooi vindt. En dat is heel persoonlijk ook, denk ik. Ja. Zeker nog scherper, denk ik. Ja, wat voor mij vaak toch het belangrijkste is hoe de onscherpte eruit ziet. En minder hoe de scherpte is. Maar ik weet niet hoe dat voor jullie is. Hoe mooier de onscherpte is, hoe blijer ik ben met een lens. Even kijken of het... Voor mij is chromatische aberraties het meest belangrijke. Chromatische aberraties zijn in hele hoge... Hoe schrijf je dat? Hoe is geluid? Ik kan het echt spellen. Geluid. Paarse randjes. Nou, als je zwart op wit hebt, of wit op zwart, zeg maar, en dat heb je met veel licht, dan krijg je een paars of een groen of een blauwe rand, zeg maar, daarop. En als ik een simpele Tamron lens zou kopen, die niet zo heel erg duur is, bijvoorbeeld, uit die goedkoopste serie, en je zou daar een foto mee maken op die manier, dan zie je gelijk die randen ontstaan. Nou, dat is eigenlijk waar ik heel erg op let, want ik vind dat heel storend, want in je latere bewerkingen ziet het er niet zo top uit. Gunstig is wel dat Adobe daar ook wel weer wat op gevonden heeft. In Photoshop kun je tegenwoordig lensprofielen inladen, en dan worden eigenlijk kun je de CA bijna helemaal weghalen. Het is ongelooflijk, maar het is echt bijna allemaal mogelijk. Ja. Oké, de ruis is niet overheersend, maar wel hoorbaar. Oké, nou, ik kan er nu niks doen. Ik heb de kabels even gecheckt net, maar ik heb de microfoon iets verplaatst, kijken of dat helpt. Maar de ruis is niet. Twee bollen, ja, dat zou nog kunnen. Op dat.
Nou, laten we eens even kijken. Zijn er nog vragen van de Periscopers? Stel ze gerust. Even kijken hoor. We gaan hier ook nog even kijken bij de webinar. Ja, het geluid hapert af en toe. Ja, dat was net, dat deden wij net niet. Nee, nee. Dat is van Bert. Hoi Bert. Bert. Hoi Bert. En we hebben een hele dure goede microfoon staan, dus het zou moeten goed gaan eigenlijk. Hè? Op mijn camera staat kleurruimte en dan kan ik kiezen tussen Adobe RGB of sRGB. Maar wat houdt dat in? Ik ga even drinken pakken. Ja, Adobe RGB heeft een iets bredere kleurruimte, ja. Maar het scheelt bijna niks. Ja. Het enige wat, wat voor mij het belangrijkste is, is dat mijn bestandsnaam anders wordt. Ga maar kijken, als je in Adobe RGB schiet, heb je underscore MG en dan het nummer. En als je in sRGB schiet, heb je IMG underscore en dan het nummertje. Afhankelijk van het merk van je camera, denk ik. Ja, sorry, maar ik weet dat het gaat om het Canon 1200D. Dat is zij. Oh, oké. Okay. Sorry. Ja, dus dat is het verschil. En Adobe RGB, dat heeft pas zin als je ook een beeldscherm hebt, wat de Adobe RGB kleurruimte kan weergeven. Ja. En dat... Als je, de vraag of je zo'n beeldscherm hebt, dat weet je als je die gekocht hebt. Want die is duurder en dan heb je daarop gelet dat je die daar ook speciaal voor gekocht hebt. En eigenlijk is dat puur alleen maar voor mensen die gebruik maken in afdruktechnieken en dat soort dingen. Dus is het voor ons echt heel belangrijk als fotograaf zijnde? Nope. Want wij kijken het alleen maar op Facebook, waar de kleuren ook nog eens een keertje 80 keer gecomprimeerd worden. Dus maak je geen zorgen. Ja. Het ziet er allemaal goed uit. Nou, hier staat in ieder geval hele goede tips inderdaad. Learning a lot. Gezellige boel ook daar. Altijd. We zijn te gezellig. Even kijken, we nog een vraag. Raden jullie aan om al je apparatuur nieuw aan te schaffen of tweedehands? Zo ja, waar kun je deze veilig kopen zonder dat deze misschien toch niet helemaal 100% in orde zijn? Mm. Ja, ik heb ook best wel veel met tweedehands apparatuur gewerkt hoor, in het begin. Trouwens, later stadium ook nog. Ja, zeker met reserve bodies en zo. Ja. Ja. Je kan het door testen, je spullen mee te nemen. Als je een lens koopt, neem je camera mee. Ik test het gelijk. Ik heb ook wel eens eigenlijk online gekocht op Marktplaats. Ja, hoor, zeker. Ja, het vervelende natuurlijk, voor als je eenmaal voor jezelf begint, dan is het niet zo interessant meer om tweedehands te kopen, omdat je BTW niet kan terugvragen. Dus vandaar dat we dat voor ons eigenlijk nieuw vaak net zo gunstig is als tweedehands bewijs van. Maar bijvoorbeeld, ik weet niet of ik een merkje mag noemen, een zaak. Camera Express bijvoorbeeld, die verkoopt gewoon met een half jaar of een jaar garantie. Spullen. Dus, en dan weet je toch wel redelijk zeker dat je goed zit. En die kijken de spullen ook na en die krijgen cijfers. Overigens heeft iedere zaak dat, hè? Camera Nu doet Apple, namelijk. Ja, Camera Nu ook. En Calumet heeft het ook. Dus die hebben allemaal van die tweedehands. Bertie zegt bijvoorbeeld, ik heb alles tweedehands. Dat kan toch ook. Maakt helemaal niet uit. Het maakt ook niet uit. Het enige, wij zeiden het net toevallig tegen elkaar van, nee, wij kopen onze bodies niet tweedehands. Ik doe het niet, omdat ik weet, ik heb één keer een probleem gehad met mijn sluiter. Dat was gewoon eentje die ik nieuw had gekocht. Maar ik weet hoe irritant het kan zijn dat als je ergens in België staat en je sluiter slaat vast. Dat is echt geen leuk grapje namelijk. Nee. En op dat moment had ik toevallig geen second body bij me. Gelukkig wel iemand die de body kwam brengen. So. Nog bedankt, Mark. Kijk, ja, een body ben ik wel voorzichtig mee. Ja. Lenzen kan je makkelijk tweedehands kopen. Wel goed testen. Ja. Dus echt even fotootjes mee maken. Ja, jij zei vorige keer een goede tip. Dat je beter naar de achterkant kan kijken dan de voorkant. Je wou ik net ook even zeggen. Als je naar de achterkant van de lens kijkt en er zit een krasje op, dan moet je hem laten staan. Zit er aan de voorkant van de lens een krasje, dan zou je ermee kunnen leven. Hou voor de grap maar eens, doe ik tijdens mijn fotocursus wel eens, een theelepeltje voor je lens en maak maar eens een foto, gewoon tegen je lens aan, dan zie je dat theelepeltje amper. Dus weet je, een krasje zal je op de meeste foto's gewoon niet zien. Nee. En dan zou ik gewoon zeggen, van, joh, weet je, zit er een krasje op de voorkant, flink afdingen en toch meenemen. Ja, dat is ook een leuke. Dat vind ik een hele goede, gewoon zeggen, nee, maar dat zie je echt waar. Gewoon goed te inspecteren. En, je hebt bij lenzen wel eens dat er aan de binnenkant zit zo'n plat kabeltje, dat die nog wel eens door midden wil breken. Ja. Maar dan werkt het diafragma niet en dan kan je soms ook niet goed scherp stellen. Maar dat moet je gewoon allemaal testen, weet je wel. Maak een foto, kijk of het diafragma, op een hoop diafragma dus. En kijk of dat diafragma dicht gaat en dan weer open gaat, dat soort dingen. Ja. En dan kan je veilig een lens kopen. En als je hem op zijn kop had of er geen water uitkomt. Als die dat is geweest, dan kan er ook schimmel ontstaan in een lens. Seriously? Ja. Oh, dat hebben we een voorbeeld gehoord. Ja? Ja. Oh, dus vooral als ze vochtig opgeslagen hebben gelegen. Maar dat kan je wel goed checken door gewoon die lens tegen een felle lamp te houden. En gewoon even
Doe erheen kijken en goed kijken of je daar langs. Zie van die beestjes lopen. Nee. Ja. Beestjes. Het ziet er een beetje uit als een soort spinnenwebje. Een beetje, ja. En je ziet het bijna niet, maar als het erin zit, is het echt niks meer waard. Okay. Nou, ik ben heel erg zuinig op de spullen. Dus ja. Ik kreeg nog een vraag via de Periscope van Marco. Heeft het zin Marco Peter? Als je, nee, niet Marco Peter, heeft het zin als je stabilizing hebt op een 2.8 lens? Dan kan je de vraag nog één keer herhalen, Marco, maar dan via de Periscope en dan iets specifieker, wat voor soort lens je bedoelt? Nou, ja. Ik hoorde even niet wat hij zei. Een stabilizer functie op een lens met een 2.8, die je vraagt, maar heeft dat zin? Ja, maar natuurlijk. Natuurlijk. Maar, ga jij maar eens een wagen fotograferen die nogal hard voorbij rijdt. Dan ben je echt heel blij met die stabilizer als je die hebt. Uiteindelijk. Zeker, en of dat het dan op 70 mm is of op 200 mm. Als we het even over een 70-200 hebben, dat maakt niet uit. Maar je bent echt heel blij dat je hem hebt dan. Of gaan we eens met weinig licht een foto maken. Ja, ook. Ja. En dan toch op 2.8 nog steeds te weinig licht hebben en toch een beetje een laag ISO willen gebruiken. Is dat het antwoord wat je zocht? Marco, Periscope. Eens even kijken, de webinar hebben er ook nog wel wat staan. Periscope geeft ook. Kijk, geeft een hele hout. Dat bedoelde ik. Ah, ja, super! Mooi. Blijf ze stellen, Marco, hè? Marco de Lee, ja, blijf ze stellen. Blijf ze stellen. Tuurlijk, even kijken hoor. Het gaat zo snel voorbij. Hebben we eens gehoord van Oost-Indische inkt? testen. Ja, oh, die heb je. Ja, mooi. Ja, je hebt inderdaad, dat heb ik ook wel eens gehoord. Ik weet niet of ik het gelijk zou doen, maar als je een krasje op de voorkant van je lens hebt, en er schijnt licht zo schuin op je lens, dan zou dat krasje kunnen oplichten. En daarom doen ze dat wel eens dan met een heel dun zwart filtstiftje, dat lensje dan, dat krasje dan een beetje inkleuren. Dan zie je hem helemaal niet meer. Hetzelfde effect als dat theelepeltje, zeg maar. Ja. Je maakt hem onzichtbaar, zeg maar. Belangrijker is gewoon een zonnekap gebruiken. Ja. Dan heb je daar ook minder last van. Okay, dus dat gebruik ik tegen dus de zon echt nooit. Echt never. Altijd. Altijd een zonnekap. Ja, maar dat is het verschil in de fotografie die bedoel. Ja. Er is een vraag ook hoe jullie werken commercieel. Dus dat wil zeggen, onder welke fotografienaam fotograferen jullie? Dus bij het voorstellen net al geweest, maar misschien voor de latere kijkers misschien nog even leuk om je naam te noemen, wat je fotografienaam is en je website. Oké, ik ben gewoon Sander van der Wel en op mijn website is en mijn bedrijfsnaam is gevoelsfotografie.nl. Respect. Ja. Ja, met gevoel, dat vind ik een goeie. Echt met gevoel, jongen. Mark. Ja, heel simpel. Ik had eigenlijk helemaal niet gedacht dat ik ooit echt zou gaan fotograferen. Dus ik was maar gewoon als Mark van Velzen fotografie. En uiteindelijk heb ik het alleen pas geleden moeten internationaliseren. Omdat ik nogal veel in het buitenland aan het werk ben. Dus Mark van Velzen fotografie. Heel simpel. En dat is op Facebook te vinden. En ik heb tegenwoordig www.markvanvelzen.com.nl.eu. Maar maakt me niet uit. Kijk, dus overal te vinden. Nice. Nou ja, fotografie doe ik nu op caféobscura.nl. En dat is het kennisplatform waar we kennis delen. Mijn portfolio online is een beetje te vinden op Facebook. Ik ben aan het uitzoeken en aan het bekijken, dus ik hou wat meer bezig met het platform dan met fotograferen. Mijn persoonlijke site michamaat.nl, daar heb ik eigenlijk altijd onder gedraaid met de slogan beeldende vormgever. Dus eigenlijk alles in beeld vormgeven, zowel fotografie, websites, soms ook wel eens logootjes, dat soort dingen. En daar gaan we nog steeds leuk mee. Dan hebben we Remco. Ja, nou ook remcovervondelen.nl. En alles onder de naam Remco Vervondelen Fotografie. Ik zit ook wel eens in het buitenland, maar ik blijf gewoon heel eenvoudig. Fotografie. Sorry. Ja, mooie site trouwens. Moet je maar eens goed kijken hoe die gemaakt is. Ja, die is echt mooi. Beeldend vormgeven, Michel Maat. Oh, daar had ik net over. dat was voor weinig. Nee. Voor weinig. Ja, we hebben een goede... Wat een ego hebben we. Goeie. Ja, egootjes moeten erbij. Of ja hoor, mag hoor. Even kijken hoor, wat hebben we? Dat hebben we, tijdnotjes voor Melissa beantwoord. Dus ik hoop dat het zo de... ik denk wel dat het de goede antwoorden waren, toch? Ja. Ik ben even weg, de hond uitlaten. Nou, dan moet je zo ook de koekjes opeten. Stel dat dit is afgelopen en jullie hebben het beantwoord. Waar kan ik dan terugkijken? Op het YouTube-kanaal van Café Obscura. Dus als je gewoon naar YouTube gaat, /caféobscura.tv uit mijn hoofd. Kan het even checken. Dat zit hier. Ik heb het aanstaan. Even kijken, mijn kanaal. Echt lekker. Hadden we het eigenlijk wel over die krasjes in die scherm? Ja, in het, het gebruikersnaam is Café Obscura TV. Gewoon aan elkaar geschreven. En daar komt de herhaling op staan.
Kijk je hem via Periscope, dan is hij 24 uur terug te kijken. Ruil over tijd nodig. Gewoon via de Periscope. En ik zal de linkjes op de Facebookpagina van Café Obscura zetten. Wil je het vervolg bij blijven houden, kan je ook inschrijven op de nieuwsbrief op de website. En daar kan je op de nieuwsbrief inschrijven, hou je op de hoogte van de herhalingen en van de nieuwkomende uitzendingen. Dus ik zou zeggen, gooi er nog wat vragen in. Ik denk dat dit eruit is trouwens. De chippies zijn eruit, we hebben hem gevonden. Geven jullie de voorkeur aan prime lenzen of gebruiken jullie liever zoom lenzen? Van Marco Delay. Gaan we weer twee heel verschillende antwoorden krijgen. Nee, ik gebruik ze allebei graag. Dus de 2470 en de 70-200. Maar voor portretjes soms vast. Dat is van mijn standaard voor mij. Nee, ik alleen maar zoom. Maar het is gewoon puur gemakzucht. Tijdens reportages. Dat je toch wel zo'n situaties komt te staan. Wat je niet even kan gaan rennen. En dat ik dan toch even makkelijk kan inzoomen. Dus ik denk dat prime beter is. Maar voor mijn werk vind ik zoom is iets handiger. Ja. Mark? Ja, absoluut prime, sorry. Ja. Ik werk ook bijna alleen maar prime. Ik heb een 2470 en die staat er voor stof in mijn tas op dit moment. Ja. En ik heb nog een 70-200 ook wel, maar gebruik ik... Kan misschien een mooie tweedehands ga ik aanbieden voor diegene die het net vroeg? Ja, tweedehands aanbieden in het groepje. Ja, zou kunnen. Nee, hou ze er wel bij voor. Mocht ik ooit eens een keertje een reportage doen. Niet dat ik het vaak doe, maar daarvoor. Nee, ik gebruik een 85, een 50 en een 100. Kijk. Dat zijn allemaal prime, allemaal 11. En Sander? Ja, ik gebruik heel veel eigenlijk prime lenzen. Maar ik moet zeggen, de 70-200 waar we het eerder over hadden, dat is dan een zoomlens. Die gebruik ik ook wel heel veel. Ik zit alleen even te denken, als je het een beetje in laten we zeggen, het kader bekijkt van de mensen die hier zitten te kijken. Die zullen misschien niet de financiën hebben om een 70-200 lens te kopen van 2000 euro. En als ik zou mogen kiezen tussen een 18 tot 200 lens, hè, een zoomlensje, van wat kost zo'n ding, een eurotje of 400 of zo, of een prime lens, een 50 mm of een 85 mm, dan zou ik echt kiezen voor, laten we zeggen, de 50 en de 85 mm lenzen. Ja. Ja. Gewoon, en nog een 35 erbij misschien. Omdat de foto's gewoon echt mooier worden. Ik verwacht eigenlijk nog steeds een vraag van jullie. En dat is, we hebben natuurlijk nou Canon, Nikon gehad, hebben Zoom, Prime, nog geen Mac of Windows. Kijk. Hey. Ik zie hier ook nog twee vragen die we over hebben geslagen. Daarvoor. Mike had een vraag, hoe verklein ik foto's als ik bijvoorbeeld een RAW bestand heb, maar die kan je niet op bepaalde sites gebruiken. Maar hoe verklein ik die? Ja. Hoe werk je met Lightroom? Werk je met Photoshop? Ja, ik denk gewoon in een converterprogramma omzetten naar een JPEG en die... toch? Verkleind bewerkt omzetten natuurlijk wel. Maar... Ja, ik wou dat zeggen, een rolbestand is een digitaal foto. Je bewerkt je foto, precies. Je slaat hem op als JPEG. En dan kan je nog kiezen binnen je light, als je bijvoorbeeld Lightroom hebt, welke resolutie je kiest om op te slaan. En dan zou ik gewoon een wat lagere resolutie nemen. En Mark heeft daar in het begin, of tijdens de uitzending ook nog wel wat gegeven voor Facebook, als je daar bijvoorbeeld voor zou willen plaatsen. Dat kan je terugkijken. Rolfoto's moet je altijd bewerken. Die kan je niet zo op internet zetten. Die kan je ook niet zo opsturen naar een afdrukservice of zo. Die moet je altijd bewerken. Nee, altijd bewerken. En dan hadden we nog een vraag. Ik wou laatst filmpjes maken, want ik kan in HD filmen. Alleen als ik hem op de filmstand zet, krijg ik geen filmpjes. Maar als ik erop druk, maak ik een foto in plaats van filmpjes. Hoe kan ik filmen? Is dat van de 1200 ook? Welke camera heb je? 1200 kan filmen. Is dat de 1200 van Mike? Ja, dan moet je het knopje aan de achterkant nemen. Ja. Niet je ontspanknop, maar het knopje aan de achterkant van je camera. Ja, Z-knop. De Z-knop. Ja, waar je tussen filmen en dingen. Of de Z-knop, of de knop naast je zoeker. Ja, bij mij is het nog zoeker. Speciaal voor Remco dan. Liever Mac of toch Windows? En waarom deze keuze? Via de Periscope. Leuk. Ja, is goed. Een goeie zeg, jeetje. Ja, goeie, ja echt. Een, hoe kom je erop? We hadden er eigenlijk totaal niet van. Iemand hadden we niet aan gedacht aan die vraag. Nee nou, tot zeg maar 3 jaar geleden Windows. Maar uit zoveel frustratie toen toch maar voor een Mac gespaard. En daar heb ik nog echt geen minuut spijt van gehad. Dus nu 3 jaar Mac. Ja, het is gewoon... Het werkt gewoon altijd, het doet het altijd. Ik heb geen meldingen van vage software updates en noem maar op. Het werkt gewoon, punt. En dat is voor mij het belangrijkste, want ik werk er dag en nacht mee. Nou ja, nacht niet altijd, maar meestal overdag.
Dus nee, echt voor mij 100% Mac. Ik heb echt heel veel Windows systemen gehad en ook zeker geen goedkope systemen, maar ik heb echt altijd problemen gehad. Die komen er gewoon nergens wel terecht, soms die Windows systemen natuurlijk. Ik werk op Windows. Ja. Dit computer waar we nu op zitten is ook Windows. En Mac, ja, weet je, het kan, maar... Oh, hier staat dat. Ook nog na de laatste update El Capitein? Ja. Heet het nog een Mac, hoor? Windows, wat is dat? Ja, Windows. Ik heb een Mac, hoor. Oh, dacht je ook een Mac? Oh, nee, ik bewijs precies andersom. Dat was ongeveer tot 3 jaar geleden, zeg maar. Heb ik ook een Mac gehad, omdat ik dacht, voor fotografie is dat veel beter. Ik heb niks anders, alleen maar problemen met de pokkering gehad. Ik moet nooit van de levensdagen meer een Mac. Nee, nooit. Ik ben IT'er geweest, ik ben Microsoft specialist. Ik heb voor Microsoft gewerkt. Ik kan niet anders dan met dat. En ik bouw mijn eigen PC's en ik heb echt, wat jij zegt, echt nog nooit van mijn leven daarmee meegemaakt. Nee. Maar nou, misschien moet je dat wel zijn om Microsoft te gebruiken. Je moet echt een IT'er zijn. Ik ben Microsoft Certified Systems Engineer. En ik hou van mijn Mac. Nee, ik kan... dit staat op film, jongens. Oh jee. Wat is het gaan worden, Nee, ik zijn baas belt nou. Ik ben ook MCSA'er. Ik krijg het niet van elkaar meer. Ik vind het vreselijk. Heerlijk. En wil je nog een vraag? Heel veel duidelijk. Even kijken hoor. Ik zie hier ook wat Mac-vragen komen op de webinar. Daar komt-ie. Even kijken hoor. Vertel, Mac of Windows? Nou, dat hebben we net gedaan. Even kijken hoor. Ik zoek nog een goede laptop. Ik heb al een iMac. Nou ja, dan is een MacBook denk Pro. Ik ja, maar wel een MacBook Pro, denk iMac ik dan. Hebt, ja, MacBook Pro. Als je met rol gaat werken en Photoshop, zou ik wel een Pro nemen. Is er geen Lightroom op Linux? Dat heeft niks met Linux te maken, toch? Is er, nou, weet ik niet. Is er Lightroom op Linux? Volgens mij niet, nee. Ik heb er wel eens voor gekeken, maar volgens mij is het Adobe niet helemaal niet voor Linux. Nee. Alleen OS X of Windows. Ja. Hebben jullie ervaring met Linux? Ja. Fotobewerkingssoftware daarvoor? Nee. Nee, ja, precies. Overstappen. Dat hebben wij in onze opleidingen wel gehad. Als Windows, denk ik dan, als ik het zo hoor. Ik doe het op de Windows-computer. Net even aanvraag gedaan bij Sander dat ik een workshop shoot met reportageflitser. Met de reportageflitser. Hoor graag wanneer er weer een nieuwe workshop gepland gaat worden voor volgend jaar. Dus Elwin wil bij jou graag een workshop volgen. Ik heb al meerdere aanvragen gehad, dus we gaan hem zeker inplannen. Kijk, dus bij deze Elwin... Heb je al geabonneerd op de nieuwsbrief? Ja, dan schrijf je even in op gevoelsfotografie.nl, denk ik. Ja. Ja, schrijf je daarop in en dan krijg je wat over de workshops. Even kijken, hoe je krijgt om van Mark de Lee, MacBook of MacBook Pro. Die werd net al beantwoord, denk ik. En zou je voor refurbished gaan? Dus bij Leap waarschijnlijk, denk ik, of zo bedoel je, denk ik, of... voor tweedehands... Geen ervaringen mee. Ja, Leap.nl, dus L-E-A-P-P volgens mij. Ik ken het wel, maar... Is volgens mij best wel goed en geeft ook garantie op hun tweedehands dingen. Dus daar zou je zeker moeten kijken als je tweedehands wil daar, denk ik. Ik zou geen tweedehands Mac kopen, particulier. Nee. Maar bij Leap... ik zal ze even mailen, dan kunnen ze mij ook weer wat toeschuiven. Leap.nl, Leap. Even kijken hoor, wat hadden we nog meer? Net even een aanvraag gedaan, dat was die. Als je op wil schieten in een Mac natuurlijk, Windows crashed. Nou Willem, ben ik het niet mee eens, nee, maar ik dat ook is niet. Ieder voor zich. Ik ook niet, maar dat geeft niet. Nee joh, daarom. Even kijken hoor. Wat zijn de hardware? Hier hè. Maar hij schiet nu, waar gaat hij naartoe? Die kant op. Daar. Oh ja. Wat zijn de hardware eisen voor Lightroom en is dat dan grafisch, is daar dan een grafische kaart of een processor voor nodig? Beide. Ja. Tegenwoordig wordt er heel veel gebruik gemaakt van de grafische capaciteit van de GPU. Dus je zal dan toch echt wel een beetje videokaart moeten gebruiken. Minimaal. Het is niet noodzakelijk. Het is niet noodzakelijk. Een goede grafische kaart en een goede computer. Ja. En als je echt je Lightroom een speed boost wil geven, dan moet je er een SSD hard schrijven. Dat heb ik ook. Dat is wel heel chill. Ja. En of dat je dan een Mac hebt of een Windows PC, maakt dat niet uit. Nee. Bij alle twee heeft het ontzettend veel prestatiewinst. Even kijken hoor. Nee, verknipt moet je zijn om Microsoft te gebruiken. Nou, dan ben ik toch ook? Ja, joh, dan zijn we dat. Komt nee, helemaal goed. Ja. Nee, is er niet. Dat is waarschijnlijk op het Linux gebeuren, of niet? Nee, dat is weer wat anders. Als wat anders, die heb ik niet helemaal... Maar qua videokaart, ja, ik heb zelf ik heb twee... Core i7 staan, en de ene die heeft een GTX 550 en de andere heeft een GTX 650. Dat zijn alle twee Nvidia kaarten en alle twee geen problemen, tot de laatste update, heel lief, van Photoshop CC.
Maar dat heeft iedereen, Mac of PC, maakt niet uit. Probeer maar Liquify te gebruiken, het werkt niet meer. Dus ik zit te wachten op een update. Het zal gaan gewerkt worden, denk ik. Ja, ja, dus bij deze Photoshop zit je te kijken. Binnen een week mag ik hopen, want ik had hem eigenlijk al verwacht. Ja. Maar hij is even kijken, dus vraag voor Sander staat er nog onderaan. Ja, iemand schrijft ook de gevorderde cursus van Sander was al vol. Ja, dus... Het is gezellig hoor, ik ben nu al een tijdje de basisworkshop aan het volgen en dat gaat goed. Dus als je de gevorderde cursus zou willen volgen bij mij, dan is het handig om ook de nieuwsbrief even te abonneren. Ja. Het is wel zo dat als ik hem inplan, dan is het vaak echt binnen 2 uur zit het al volgeboekt. Ja, ik kan niet meer workshops en cursussen geven dan dat ik tijd heb, dat is het hele punt. Ja. Dus, ja, we zijn aan het kijken of we dat misschien nog een beetje online kunnen trekken naar Obscura om wat op te vangen, toch? Ja, daarvoor, Als het lukt, hè, dat zijn we nog aan het kijken. Vandaar dat ik ook meeloop met de basis, om even te kijken hoe het gaat. En dat gaat eigenlijk goed. Dus ik raad hem zeker aan, maar ja, dat doen de rest ook, want hij zit er vol. En gevorderd er wel. Periscope, nog wat vragen. Als je altijd 2 keer de basiscursus doen. Ja, als je de desktop kijkt, kan je via Twitter vragen. Ik heb sommige mensen die hebben dat echt wel een paar keer gedaan. Ja, dat soort dingen. Maar ja, ik geef niet echt een basis. Victor. Ik ga nog even checken of daar wat binnen is gekomen. Kijken of de mensen nog op een andere manier dingen aan het doen zijn. Nee. Ik krijg ze ook nog wel eens hier zo. Ja, ik krijg ook wat. Vorige week kreeg ik ook iedere keer vragen hier. Ik heb ook alweer een opmerking over mijn buik. Alweer, jeetje. Je bent toch gewoon een levensgenieter, die hebben allemaal wat rondere buiken. Precies. Oh. Boeien. Nee, ik zie via de Twitter niks binnenkomen. YouTube kunnen we geen antwoord geven. Waarom geen Mac tweedehands bij een particulier? Is de vraag. Oh, dat is mijn opmerking. Nou, laptops in het algemeen, niet alleen Macs, die hebben nog wel eens de nare eigenschap dat na verloop van tijd de grafische processor die erop zit, voor de warmte los gaat zitten. En dan krijg je het probleem dat als je computer op een gegeven moment aanzet en hij draait een half uurtje of hij moet flink wat berekeningen gaan doen, wat hij met Lightroom moet doen, dat hij dan in één keer bam, vastslaat en dan is het game over. En na verloop van tijd doet hij dat helemaal niet meer. Dus heel veel mensen verkopen tweedehands hun laptop op het moment dat die grafische processor die op het moederbord gesoldeerd zit, los begint te raken. En dat is een euvel geweest, wat volgens mij wel, laten we zeggen, vanaf een jaartje of 5 geleden tot zelfs 1,5-2 jaar geleden nog in laptops zat. Dus dat is wel iets waar je echt voor op moet passen. Dus mocht je dan toch particulier tweedehands een laptop willen kopen, ga dan eventjes op internet kijken of er problemen zijn met de grafische kaart. Ja, goede info, nooit geweten, zegt hij. Dat is belangrijk. Ja, goede info, top. Even kijken, webinar. Hebben we daar nog wat grapjes of vragen of grollen? Zie je grapjes tussendoor? Sorry, Mark. Nou, ik probeer hem dus straks nog eventjes aan te halen. Want je hebt Johnny Ter Haven is erbij. Hey, Johnny! Johnny! Gezellig, man. Ik zat net, want we hadden het over dat krasje in dat voorste glaasje, zeg maar. En dat komt wel eens voor. Maar, en dan gaan mensen er alsnog zo'n mooi ander glaasje voor doen, waar ik al een enorme klerenhekel aan heb. Omdat je UV het al? Oh, vreselijk. Ja. Waarom zou je het doen? Ik doe er ook niet aan. De groeten van Johnny. Hey, kerels. Ja. Gooi er een leuke vraag in, Johnny, zo. Dat voorste glas kun je gewoon laten vervangen, hè? En dat kost net zoveel als dat hele glaasje wat je ervoor gaat rammelen. Oh, dus serieus, het voorste glas kan je zo laten vervangen. Dus mocht er een keer een krasje in zitten, laat het lekker zitten. En tegen de tijd dat je denkt, nou, ik heb weer patiëntjes over, dan laat je het voorste glaasje alleen een keertje vervangen. Via de webinar krijgen we nog een vraag. Dus geen laptop voor Lightroom? Eigenlijk maar gewoon niet. Ik werk op deze laptop waar hier staat ook gewoon op Lightroom. Als je gewoon een goede laptop hebt die gewoon goed doet, kan je prima een laptop gebruiken voor Lightroom. Ja, volgens mij kan je het ook die Surface van Microsoft kan je volgens mij gewoon gebruiken. Ja, je telefoon is tegenwoordig met je app Lightroom een beetje klooien. Ik heb sowieso niks met Lightroom, ik heb het niet eens opstaan. Nee. Ik had het ook niet, maar... Als je 3 achtergrondkleuren voor een studio mag uitkiezen, welke zou dat dan zijn? De roze, paars en... heel simpel, als je denkt basis begint, zou ik kiezen voor zwart, wit en grijs. Dat is denk ik een goede basis. En kleuren kan je altijd kopen als iemand met jou komt die zegt van ik wil iets doen met een bepaalde kleur. En dan kan je met elkaar afstemmen
of je dat zo doet. Rollen zijn meestal tussen de 50 en de 70 euro per rol. 2,70 breed. Je hebt ze ook in 1,20. Ja, en 4 meter. En 4 meter breed, maar dan betaal je 1,5. Ongeveer 150, zo'n beetje. Ja, voor mij wel zoiets. Maar ik denk dat die drie kleuren wel aardig goed zijn. En ja, zijn het kleuren? Ja, dat is de vraag. Maar daar kom je wel het meeste mee weg, denk ik, in de studio. Ja, ik zou zwart, wit en wel één kleur doen. Omdat je zwart of wit kun je alle twee ook grijs maken. Dus ik zou... Maar wat is één kleur? Ja, dat is dan ook mijn vraag. Ik heb zelf, waar ik heel erg tevreden over ben, omdat het heel erg iedere huidtint, zeg maar, ook heel mooi maakt. En dat is cappuccino. Cappuccino. En dat is de ene hele mooie kleur waar ik jou ook tegen geschoten heb, Melissa. Ik ben dol op cappuccino. Die ik zo roze kan krijgen ook, zeg maar. Die... Nice, nice. Nou, goede tip, goede tip. Die kunnen we wel quoten. Wat vinden jullie van de iPad Pro voor bijvoorbeeld fotobewerking? Belachelijk. Er zijn wat filmpjes online die ik heb gekeken. Nee, nee. En er zijn best wel wat goede recensies volgens mij. Dus je zou online even moeten kijken op iPad Pro en dan fotobewerking. Het is een iPad. Frank Dorff. Het is gewoon een iPad inderdaad. Een filmpje erover gemaakt die ik heb gekeken. En hoe heet die? Terry White, maar dat is Engels. Maar daar zou je kunnen zoeken om wat informatie te vinden over de iPad Pro en bewerking. Achtergrond, doeken of papier? Ik gebruik zelf alleen zwart en wit. Dus de vraag is achtergronddoeken of papier? Ja, papier vind ik fijner. Maar ook vanwege het opruimen. Ik heb zo'n systeem en ik ben het gelijk kwijt. Het is altijd strak. Ik hoef het niet te spannen. Alleen met doeken is weer het voordeel. Eventueel als vieze kart in de wasmachine gooien. Dus mijn collega fotograaf, vriend Raoul Nijhorst, die zweert bij doeken. En ik zweer bij papier, dus dat ook weer, Canon, Nikon, Mac, het is... Ja. Ja, ik ben ook weet niet wat jullie doen. Ja, papier. Ik heb ook papier. Ja. Ja. Als ik het geld had, had ik alles vinyl gedaan. Vinyl, vinyl zit hier achter me op de grond. Ja. Ik heb een rondwand gebouwd met vinyl erop en dat werkt echt prima. Lekker schoonmaken. En, met doeken liep ik te veel te klooien met foutjes erin. Ja, precies. Ja. Ja. Johnny, heb jij nog een leuke vraag op de Periscope voor de gasten? Ik zag dat je net erbij kwam, dus wel leuk. Misschien wel een leuke vraag. Johnny en een leuke vraag. Ja, of een serieuze vraag. Je wil natuurlijk helemaal aan het zand voelen. Even het zand voelen? Even aan het zand voelen. Ook goed hoor. Nou, dat scheelt, want ik heb wel echt tanden, zeg maar. Ik zat al even na te denken. Komt goed, ik dacht al wat te horen, maar ze hadden last van ruis op de microfoon. Ja, nu begrijp ik. Dat ze zijn hersens. Geintje, Johnny, geintje. Hé, hey, komt goed, stel hem gewoon, we zijn er nog even. Ja. Ja, leuk. Er is nog net iets met achtergronden ook daarboven gesteld in de webinar. Die ga ik nog even zoeken. Die waren volgens mij ook vergeten. Welke achtergrondkleuren zijn echt een must-have om te hebben in je studio kit? Nou, dat is eigenlijk deze, die we net hebben beantwoord. Als je drie kleuren mag kiezen, welke zou dat zijn? Heb geen hersens. Ah, daarom fotograaf. Kijk. Jij kijkt gewoon rechtstreeks... Maar de drie kleuren. Huppatee. Ja, zwart, wit en dan inderdaad één. Ik gebruik wel één steunkleur. En Johnny? Ik heb zwart, wit en grijs, maar grijs gebruik ik nooit. Nee. Wat gebruik jij voor kleuren in de studio, Johnny? Achtergrondrollen. Heb jij bepaalde voorkeur voor kleuren? Ja, ik gebruik het merendeel zijn we toch ook op locatie bezig. Volgens mij niet. Helemaal niks. Ja. Jij bent meer op locatie bezig, hè, Johnny? Ja. Hetzelfde als wat ik doe ook. Maar al zou je moeten kiezen wat voor kleur, dan wordt je gevraagd welke kleur je het beste zou kunnen kiezen. Dus ik denk misschien... Tess. Oh, yes. Yes. En wat is een leuke locatie om te schieten? Buitenlocatie. Misschien wel leuk om allemaal van een... Of buiten, op locatie, gewoon, maakt niet uit. Mag ook binnen een gebouw zijn. Gewoon het strand. Vorige week hebben we het over urban gehad met Dick Collier. Ja. En wat is voor jou een leuke locatie? Ik wou net borrelnootjes pakken. Oude fabriekshallen. Vind ik wel erg interessant. Mm-hmm. Als er genoeg licht is. Zeker voor bruidsparen ook. Ja, eigenlijk hoe unieker, hoe leuker ik het vind. En het strand heeft ook wel trouwens een hele grote voorkeur. En het liefst eigenlijk als het wat minder weer is met een bruidspaar. Dus wat wind, een beetje donkere wolkjes, dat vind ik altijd wel erg leuk. En nog een beetje aanzetten met Photoshop, een beetje dramatisch maken. Ja, en natuurlijk zonsondergang, dat klinkt heel cliché, maar dan kan je met bruidsparen ook wel hele mooie dingen doen. Dus, maar ja, je hebt niet altijd, je kan heel veel wensen, maar het overkomt je op zo'n dag, je kan niks sturen. Dus, en de bruidspaar bepaalt toch over het algemeen waar ze heen willen gaan. En heel veel mensen hebben hele leuke ideeën. Maar puntje bij paaltje eindig je helaas toch wel vaak in, ik wou zeggen de bosjes, maar het klinkt ook een beetje raar. Jullie snappen wat ik bedoel, hè? Een park of een, ja. Ja,
ik vind zelf achtergrond maken ook wel erg leuk. Weet je, als je gewoon, ik werk veel samen met Peter Kemp en dan help ik hem met het opbouwen van de set, zeg maar, en dan gewoon zelf achtergrond creëren. Dus set maken, neermaken, behangen, verven, dat soort dingen. Ja. Ik vind het wel leuk om ook een beetje zelf wat te creëren. Dat lijkt me ook wel lachen. Ja. De borrelnootjes maken herrie. De borrelnootjes maken herrie. Oeh. Mag geniet ervan. Je zit heel dichtbij. Knaag, knaag. Sander, wat is jouw favoriete locatie? Ja, weet je, ik heb al gezegd, ik maak eigenlijk overal foto's. Als je kijkt naar opdrachten, hè, dus portretfoto's, bruiloften, vind ik eigenlijk, zeg ik altijd, voor mij persoonlijk maakt het niks uit. Voor mij is het veel belangrijker dat degene die ik op de foto ga zetten, op de plek waar we de foto maken, zich ook op zijn gemak voelt. Want dan krijg ik een goede foto. Ja. En als ik zeg van, joh, weet je, wij moeten naar het strand en iemand heeft totaal geen zin in een strand, dan worden dat ook geen goede foto's. Dus het is voor mij veel belangrijker dat de persoon in die omgeving past. En dan kan ik er goed bij werken. En dan geniet ik ook. Dus dat is voor mij veel belangrijker. Maar ik vind de locatie kan wel echt toegevoegde waarde hebben, hoor. Ja. Ja. Dan moet ik toch wel, ik kan wel echt je beeld versterken, zeg maar. Maar dan laat ik ze liever zelf een locatie kiezen waar zij, laten we zeggen, gelukkig mee zijn. Ja. 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 Tijd geleden op de postbank geweest. Dat was net begin september. Arnhem. Maar dat net zo, hoe heet het? Heel mooi paars. Dus, maar, ja, dat is wel echt waanzinnig, hè? Bij zonsopkomst. Ja. En dan gewoon gaan schieten. Ja, ja. Dan hebben we echt zulke mooie beelden kunnen maken. Ja, dat is leuk. Maar of dat dan specifiek ligt aan de locatie of aan de tijdstip van de dag? Beide. Dat was echt beide. Was je op het strand geweest, had je waarschijnlijk net zulke gave foto's gemaakt. Ja. Nee, want dan heb ik niet die glooiingen. En welkom, daar heb je echt wel heel mooie glooiingen. Ja, oké. Okay. En de kleur, de kleuren gaat het ook vooral om. We gaan hem nog even één keer erin gooien. We zijn bezig met de Obscura Vrijdagvragen, aflevering 4. Je kan je rot vragen aan deze fotografen. Aan beeldmateriaal, fotografie, noem het allemaal op. Johnny is nog aan het denken aan zijn vraag, over zijn vraag die hij gaat stellen. Dus misschien zien we hem zo nog verschijnen. En stel eens een gerust een vraagje nog via de Periscope of via de webinar. Ja, waar ben je het meest trots op, Remco, wat je tot zover hebt gedaan? Ik moet mijn beste foto nog maken, denk ik. Hey, dat is een heel goed cliché antwoord, hè? Dat is wel heel erg cliché ook. Ja. Nee, maar dat is eigenlijk wel zo. Want ik heb elke keer, zit ik in mijn website en kijk, denk, oh shit, dat had ik anders moeten doen. Oh, dat had ik eigenlijk beter moeten doen. Dus ik denk... Standaardfotograaf. Ja. Ja, maar ik denk dat het ook geen slechte eigenschap is. Er zijn best wel dingen waarvan je zegt, van, ik vind het wel tof dat dat zo geworden is. En soms is dat wel een gelukje geweest, of wat dan ook. Ja. Ja, Malta ben ik dan geweest voor een bruiloft. En dat is wel onder de omstandigheden en dat soort dingen. Natuurlijk moeilijk, hard licht, 36 graden. Bruidspaar wat het bloed heet had. Zweet, noem maar op. Dus ik liep lekker in mijn korte broek en mijn slippers. En hun hadden natuurlijk een mooi pak aan. Maar daar zitten wel een paar foto's bij waar ik wel trots op ben. Ja, ja, zeker gezien cool. De omstandigheden. En reflectie en een beetje water wat op de grond loopt, rotsen erachter. Dus ja, dat zijn wel dingen die leuk gelukt zijn. Ja. Ja. Maar ja, ik hou ook gewoon als een kind geen zin heb in een shoot. En uiteindelijk gaan ze lachend weg. En ik heb een paar foto's waar die ouders helemaal blij van worden. Hm. En via grote canvassen bestellen. Dan denk ik van ja, dat kan mij ook wel blij maken. Ja. Dus het is soms in de studio dat ik helemaal blij ben. Het is soms op locatie. Het is verschillend. Ja. Maar ik vind eigenlijk moet je eigenlijk altijd wel werk afleveren waar je sowieso achter staat. Maar ook waar je een beetje trots op bent. Denk ik, anders doe je iets niet helemaal goed. Hm. Ja. Kijk, tuurlijk, wij zien altijd wel verbetering. Ja, tuurlijk, ja. Maar soms, weet je waar ik had misschien, ik gooi het er even in. Ja. Iedereen zit zo over onwijs techniek. Ik heb net al gezegd, als je het langer volgt, van ik ben helemaal geen technische fotograaf. Ik vind je moet sowieso de basis beheersen. En voor de rest doe ik alles een beetje op gevoel. Sommige dingen kan ik niet eens verklaren waarom ik dat doe. Maar andere mensen schijnen het mooi te vinden, gelukkig. En, maar ja, weet je, ook met scherpte en dit en met je lenzen. Ja, weet je, ziet de klant het? Zien andere mensen het? Of zit je, als je nou ook leest met bijvoorbeeld hoe lenzen getest worden onder een microscoop. Denk ik, ja, heeft dat nou echt nog zin voor ons, weet je, om dat soort onderzoeken te doen? Nee. Ik heb daar echt een beetje, dat ik denk van, weet je. Ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen met je apparatuur. Ik heb een hele dure body en ik heb een wat goedkopere en ik heb een redelijk goedkope. En ik denk als je de beelden naast elkaar legt, dat je bijna geen verschil ziet, maar waar het vaak ook in waard is, is de snelheid, de betrouwbaarheid. Je staat onder soms de slechtste omstandigheden te fotograferen. Zeker met huwelijken, regen, wind, storm. En als je dan met goedkopere spullen aankomt, dan is de kans dat je camera na een paar maanden ermee ophoudt, is vrij groot aanwezig, denk ik. Maar ik ben dan nu sinds een jaar in bezit van een 1DX. Nou,
Ik heb ook een 5D Mark III. En dat is ook zeker een hele fijne camera. Maar ik heb hem meegenomen omdat hij lichter was naar Malta voor een bruidsreportage. Ik heb zo spijt gehad dat ik de 1DX niet bij me had. Terwijl de 5D ook een hele goede is. Maar als je eenmaal zo hoog niveau, ja of noem, nee, geen hoog niveau, zo goede camera bent gewend. Qua snelheid, betrouwbaarheid. Het is gewoon altijd goed. Je kan schieten wat je wil. Hij loopt nooit vast. En met de 5D heb ik echt in die serie, en die is echt nog jonger, die is nog geen half jaar oud, heb ik zoveel vastlopers gehad. Gisteren in de studio sloeg die helemaal op een error. En moest ik zelfs de accu erin eruit halen. Dat ik denk, wat gebeurt er nou, weet je? En, ik lees het echt heel veel op Facebook ook. Kijk maar op Facebook in de besloten groepen. Okay. Komt best vaak voor. Ik heb al wel mijn sluiter moeten laten vervangen. Ja? Ja. Ja, ik had al 100.000 foto's van mijn 5D Mark III. 100.000? Dan moet hij toch makkelijk naar kunnen, toch? Ja, 400.000. Ja, zo. Was hij onder garantie vervangen, zeker? Nee. Nee? Wow. Dat is wel zuur. Maar... ja, slecht, hè? Ik ken iemand die iemand naar 1000 moest laten vervangen. Ja, maar ik ken iemand met een 5D die 3 van... Raoul, dus is volgens mij op de 4 al. 400.000, ja, dat is nog niks. In mijn 5D 1 heb ik echt gewoon 9 jaar gehad of zo. Ja. Dat is overdreven, maar ja, echt heel lang. En ik heb nu de Mark III en die heb ik denk ik nu 1,5 jaar. Iets langer misschien. En, ja. Nee, maar ik ben dus, dat heb ik net niet verteld, ik ben dus van Nikon overgestapt. Ik had denk ik, ik heb 15, 16 jaar, 17 jaar misschien met Nikon geschoten. En ook echt geen misselijke camera's, ook gewoon de D3S, dat was mijn laatste die ik had. En toen heel de overstap naar Canon gemaakt, vanwege allemaal redenen. En hoe heet dat? En toen kwam ik dus thuis, mijn eerste bruiloft, was vergeet nooit meer, was dan ook een trouwreportage in de Efteling. Met twee dames en echt verschrikkelijke leuke dag gehad. En als ze dit ooit zien. En, maar toen kwam ik dus thuis met de beeld dat ik eigenlijk best wel slechte omstandigheden had. En dat wil zeggen knalhard zonlicht. En ik kwam thuis en bekeek de rolbeelden. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ben nog nooit met zo'n goed resultaat thuis gekomen met de Nikon. En dat kan heel raar klinken, maar ik zag zo'n groot verschil met mijn Canon beelden en met mijn Nikon beelden. En toen had ik wel zoiets van poeh, ik ben wel blij dat ik zoveel geld heb uitgegeven. En niet dat ik wel het verschil echt ook duidelijk zag. Ja. Hier staat ook nog een vraag op de webinar. En de 7D Mark II, heeft hij dat ook net gekocht? Heeft hij dat ook? Vastlopers denk ik nog geen. Nee, maar volgens mij valt het hartstikke mee. Even googelen misschien, dat soort dingen. Maar ja, ik denk het haast ook niet. Durf ik niet te zeggen. Ik lees heel veel met de 5D Mark III. Maar dat had ik dus gisteren niet. Dus daar was ik zo verbaasd dat ik ook die problemen had. Ik had dus wel in Malta, had ik dat dus wel. Een backup kaartje er altijd in. Dus dan schiet je met een CF kaart en met een SD kaart. En dat schijnt dus heel veel problemen op te leveren. Maar ja, goed, ik ga geen bruiloft doen zonder een backup in mijn camera. Ja. Maar het schijnt dus als je die eruit haalt dat je minder problemen hebt. Maar dat had ik dus gisteren in de studio niet en liep dus nog vast. Marco, jij vroeg net een vraag via de Periscope. Wil je die nog één keer stellen? Want ik zag hem net te laat. Het ging over hoe kritisch je bent met foto's kijken. Had ik even zo snel wat melden. Ik heb bij mijn Mark II wel een sluiter laten vervangen bij 145.000. Hij zou 150.000 mee moeten gaan. Eigenlijk net 145.000 toen kreeg ik mijn error. Ik in België stond. In een kasteel. Dus ja, dat, het kan gebeuren. Ja. Die heb ik laten vervangen, dus die heb ik nu als backup camera. Ja. En toen heb ik die Mark III gekocht, nog niet zo lang geleden eigenlijk. Die gebruik en ik heb daar eigenlijk helemaal nul problemen mee. Nee. Ik gebruik wel altijd twee kaarten. Toch ook? Ja. Nou, dat is wel een voorwaarde, vind ik. Als je een beetje body koopt, en je moet ook iets van een bruiloft gaan fotograferen, dan moet je gewoon een camera hebben met twee kaarten. Ja, vind ik ook. Ja, met twee slotjes. Ja. Ja, zeker mee eens. Ja, heel makkelijk, ja. We kregen net een vraag van Marco via de Periscope. Volgens mij ging het over of jullie kritischer naar foto's zijn gaan kijken. Nou, je langer fotografeert. Toch? Kijken jullie meer kritisch naar foto's naarmate jullie langer fotograferen? Ja, van jezelf of van andere mensen bedoel je? Van jezelf, Marco, of van andere mensen? En Johnny Ter Haven zegt, waarom twee kaarten? En ook van andere foto's. Dus het zijn nu twee vragen door elkaar. Laten we eerst even die kritische doen. Dus naar jezelf en naar anderen, zegt hij. Kom ik zo op jouw vraag terug, Johnny? Naar jezelf, maar denk ik, naarmate de tijd verstrijkt, alleen maar kritisch. Ja. Want je weet gewoon steeds wat beter kan, eigenlijk. Ja. En je weet gewoon dat je zelf ook meer in je mars hebt. Ja. Naar jezelf zeker. Ja. En naar kritisch naar anderen kijken? Nee. Ja, ziekelijk je wel. Naar vakantiefoto's en zo. Ja, ik kan dat bijna niet meer zonder te oordelen. Maar ik zou het nooit zeggen hoor. Ik zeg ook al nooit wat ervan. Maar ik vind dat wel heel irritant van mezelf. Ja. Omdat je gewoon met fotografie bezig bent. Ja. Nou, wij hebben natuurlijk ook nog een achtergrond dat we in de fotozaak hebben gestaan. Ja. Met foto's. Afdrukken en dat soort dingen. Ja. Dus dan heb je dat sneller misschien dat je ook daar zo naar kijkt. Denk ik. Ja, oké.
Nou, ik zie ook wel dat mensen heel trots de trouw op hem laten zien. En dan bij een fotograaf van bijvoorbeeld, ja, niet heel lullig bedoeld, maar van Marktplaats van €500. En ik zou me kapot schamen om zoiets af te leveren. En dan kan ik ook niet echt zeggen dat ik het mooi vind. Ik zeg gewoon, ja, ik weet niet. Ik stel me heel neutraal op, maar ik ga niet zeggen dat ik het dan mooi vind. Nee. Ik vind als gewoon dingen onscherp zijn, bewogen zijn en echt de fouten, dat die schaduw van de fotograaf zelf erin staat. Ja. Nou, dat zijn amateursfouten. Over, laten we zeggen, trouwfoto's die ze een opdracht hebben laten maken. Ja. Dat kan ik me wel wat voorstellen. Ja. Maar, weet je, als ik gewoon de foto's bekijk bijvoorbeeld van cursisten die bij mij komen. Mm-hmm. Dan erger ik me er niet aan. Dan denk ik, ja, ik vind dat eigenlijk vaak dat heel leuk om te zien hoe mensen bezig zijn met fotograferen. En dan ben ik om te zien hoe ze zich ontwikkelen. Ja. Ja. Je kijkt sowieso vanuit een ander standpunt. Daar ben ik bij jou een paar keer mee geweest, ook in de workshop. Dat je ook zegt, ik kijk eerst naar het positieve, zeg maar. Ja. Ik kijk eigenlijk naar het positieve. Ja. En daar probeer ik verder naar toe te gaan. Dan kijk je heel anders naar een foto. Heel goed, dat herken ik wel. Dan dat je negatief naar een foto gaat kijken. Ja. Maar dat wat jij zegt, kan ik ook wel, laten we zeggen. Ja. Dat heb ik ook. Ja. Als ik een trouwreportage zie van mensen. En ik zie daar inderdaad echt gewoon dat ik denk van, nou joh, jij hebt echt met je witbalans lopen klooien. Yeah. Je eigen schaduw zit inderdaad in de foto. De achtergrond is scherper dan het bruidspaar. Yeah. Ja. Dan zeg ik het niet, want vaak zijn het dan wel vrienden of kennissen. Yeah, precies, ja, precies. Maar dan kan ik me daar wel aan irriteren. Yeah. Er is nog een vraag die erop volgt. Volgens mij stuurde Mark ook nog de vraag van, wordt het dan ook minder leuk omdat je kritischer wordt op je eigen? Nee, ik vind het nog steeds iedere dag leuker worden. Nou ja, dus je daag je eigen soort met jezelf soort met van uit omdat je kritischer wordt, zeg maar. Nou ja, ik heb wel een bepaald doel voor ogen. Ik wil echt gewoon proberen. Ligt eraan hoe lelijk het bruidspaar. Ja. Hoppa. Nee, ja, het is misschien een beetje raar om dat zo te zeggen. Maar eigenlijk, mijn streven is, ik wil de allerbeste fotograaf worden direct. Klaar. En ik denk als je altijd gewoon dat doel voor ogen houdt, dan wil je altijd iets verbeteren. Ja. Ik wil het alleen niet ten koste laten gaan van andere dingen. Ja. En van andere mensen die ook om je heen zijn. Ja. Want dat kan wel gebeuren uiteindelijk als je te doelgericht bezig bent. Zeg maar. Ja, denk ik ook. Ja. Ja. Hey, en de vraag, kan niet Mark, ben ik. Ja, dat bedoel ik. Ja. Waarom heb ik het al zo gebracht, goeie, John? Ja. Nee, even op jou de vraag terugkomen, wat ik eigenlijk net gaan doen. De dubbele kaart, waarom wel twee kaarten? Nou, hij ligt in de scheur. Ah. Ei. Ei. Dus wie ik werk niet met twee kaarten. Nee, ja, soms, ik doe de shoots die ik niet over kan doen. En natuurlijk de bruiloften, de zakelijke shoots op locatie. Al dat soort dingen doe ik altijd met twee kaarten. Meestal alle twee rol, maar je kan natuurlijk ook kiezen voor bijvoorbeeld één kaart rol en de andere JPEG. Noem maar op. Gewoon echt puur als backup. Als je één kaart kapot gaat, wat ik helaas ook wel één of twee keer al heb gehad. Ook splinternieuwe kaarten, maakt niet uit. Als je gewoon pech hebt, dan heb je altijd de andere kaart nog. En het liefst ook voor mij dan altijd de rol, dat ik gewoon echt altijd gewoon alle kanten op kan daarmee. En altijd een tweede body natuurlijk ook, maar dat was niet helemaal de vraag. Maar als je op een gegeven moment commercieel werkt... Ja, inderdaad. Ja. Ja. Als je op een gegeven moment commercieel werkt, vind ik, dan kan je, en je vraagt geld voor bepaalde diensten, kan je niet met een camera en komen en hij doet het niet meer, dus de shoot gaat niet door, weet je. Tussendoor backuppen, vraagt Johnny op nee, ik doe het niet. Er is bijna geen tijd voor en het kost te veel tijd, dingen die ik... bruiloft lukt het mij nooit. Of je moet met z'n tweeën zijn, dan kan het natuurlijk wel. Tegenwoordig worden heel veel fotografen schieten natuurlijk met een second shooter. Dan gebeurt het wel regelmatig volgens mij, maar ik vind dat helemaal niks. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar ik heb dan zoveel stress om het kaartje te backuppen dat ik dingen mis om me heen. Ja. Dat werkt voor mij niet gewoon. En jullie met twee kaarten? Nou ja, Johnny zit denk ik meer een beetje in mijn boek ook met fotograferen. Ik heb op een CF-kaart, daar laat ik alle RAWs op komen. En hij zegt ook ja, dat doe ik dus wel daarom geen twee kaarten. Ik doe wel die HD. Op een harddisk zetten. Ja, Ja, maar ik werk weer anders. Want ik heb dan op mijn SD-kaart, daar laat ik mijn JPEG'jes eigenlijk op zetten, ook nog groot. Dat als ik later zeg maar alles inlaat, dan is het heel makkelijk voor mij van, nou, in de ene map gaan gewoon alle rolls en in de andere map gaan al die JPEG'jes. En dan kan ik in één keer zeggen van, al die JPEG'jes laat ik voor kleine logootje erop hops en dan kunnen ze even uitzoeken of wat dan ook. Voor klanten heel erg makkelijk. Ja. Dat is eigenlijk de manier hoe ik het doe. Dus je scheidt eigenlijk direct je beelden
RAW en JPEG naar de kaarten. Ja. Dus je maakt geen backup van je RAW hier en geen backup van JPEG. Nee, niet voor mijn gewone normale shoots. Nee, okay. Kijk, voor een trouwerij is dat natuurlijk wel wat anders. Want dan moet je dus wel eigenlijk alles dubbel doen. Ja. Dat is althans. Ja, je kan je niet permitteren dat je geheugenkaart kapot gaat en dat je dan geen foto's hebt. Weet nee, je kennis wel. Van mij heeft echt een keer gehad. En nou doen, dus. Zijn wij dan nog handig als IT'ers, als van die computerboeren, dat we nog data terug kunnen halen van zoiets, want als ik wel data ervan af kan trekken, heb ik twee keer kunnen doen, gelukkig de afgelopen tijd ook voor trouwfotografen. Ja. Maar ja, je kan er natuurlijk niet meer aankomen. Wat daar een hele goede tip voor is, is haal de kaart direct uit je camera en ga er niet verder met fotograferen op de kaart, want anders is het recoveren eigenlijk minder goed mogelijk. Ja, het eerste, ja, dat als die kapot gaat bedoelen. Ja, als die kapot gaat, moet je uit je camera, niet gaan lopen klooien. Andere kaart gaan schieten. Is het van jullie ook opgevallen, bij mij is het merendeel waar ik kapotte kaarten van heb, Sandisk. Oh, ik andersom. Lekker. Ik heb alle SanDisk, omdat die andere merken ik allemaal ook, kapot gingen. Ja, ik ben helemaal van SanDisk af, omdat ze allemaal achter elkaar kapot gingen. Serieus, joh? Welke type heb je dan? Dan had ik toch echt die Extreme 3's allemaal. Ja? Ja, en ik heb die gouden. Ja, ik ook die gouden. Die gouden dingen heb ik, die Pro. Ik heb ze niet bij me nu. Oh, dat okay. Ja, je hebt nog één hoger. Ja, je hebt die zwarte rode en je hebt die gouden. Die gouden heb ik ook allemaal. Daar heb ik echt nog nooit probleem mee. Ik heb de afgelopen 3 jaar geen kaartje meer gehad dat kapot is gegaan. Nee, ik ook niet. Ik heb nog nooit een kaart gehad afgelopen. Ja, dat moet ook even afgelopen. Ja, ik had toen echt een sprint in die week. Ik had toen een... Maar kloppen. Ja. Kloppen, hoor je het op de microfoon? Ja, kloppen. Ja. Hey, ik heb weer 2 vragen in de webinar. Okay. Hebben jullie een printer voor afdrukken of doen jullie het bij een professionele drukker? Ja, tuurlijk. Bijvoorbeeld Profoto. Dus haakjes. Ja, Profotonet. Gewoon laten afdrukken. Profotonet is voor mij ook mijn standaard drukker. Maar ja. En ik heb een hele toffe drukker. Moet ook uit Almere. Jan Smit. Jan Smit, ja. Daar moet je, als je echt iets tofs wil met je prints, dan moet je een keer bij hem langs. Hij, als het echt perfect is, de printmeister, zeg maar. Jan Smit. Ik vraag hem wel een keer aan tafel. Die ken ik niet. Maar en het is geen zanger, het is echt Jan Smit. Nee, het is een hele toffe vent. Ja, een hele toffe vent. Ja. Hij is al wat ouder, maar hij weet echt printen is het puntjes, in de puntjes. Moet printen. Maar wel een kerstnummer uitgebracht volgens mij, toch? Dat was niet de Dat was toch Jantje? Jantje. Dat was 16 jaar geleden. In de studio schieten jullie het Tetret en zo ja, welke software? Ik wissel het af. Ik heb gewoon, ik schiet in Lightroom Tetret. Ik ook. Als het, niet als vaak, maar ik doe het wel eens. Maar meestal met zwarte achtergrond en wat moeilijkere dingetjes. Welke software jij hebt? Ja, ik doe met fotoshoots. Als ik een studio-opstelling heb, dan doe ik het meestal niet Tetret. Nee. Omdat het gewoon niet helemaal praktisch is, om het zo te zeggen. Als ik een fotocursus geef, dan heb ik wel zo'n, doe ik het wel Tetret. En dan gebruik ik eigenlijk vaak, ik wil dat het resultaat van wat ik doe ook gelijk op het scherm zichtbaar is. Ja. En met Lightroom zit er iets vertraging in, daarom gebruik ik dat niet. Ik gebruik het soms wel om het weer terug te kijken, maar niet voor het live laten zien van de foto's. Dus dan heb ik gewoon zo'n kabel ertussen zitten. Voorheen gebruikte ik zo'n wifi module, vond ik ook te langzaam. Dus nu heb ik gewoon een kabel, dat gaat super snel. En dan gewoon de standaard Canon software. Ja. Als je dan een foto maakt, staat die gelijk op het scherm. Is het nog een speciaal kabel? Want je hebt zo'n knal oranje kabel. Is dat een speciaal? Ja, het is een bepaald merk, ja, die oranje kabel. Tether Tools. Tether Tools. Dus kan je, volgens mij weet Johnny dat ook wel. Frank daar ook niet wat mee te maken? Frank Dorf? Moet hij niet met Tether Tools of dingen? Ja, als je gaat kijken, volgens mij... Maar ook niet uit. Dat is de kabel, volgens mij. Ja, zegt Johnny. Ja, dan heb je goed. Tetra Tools. Dan heb je het .nl of .com, maar dan moet je eens kijken. Ik heb de ADHD om met een kabel aan mijn camera te werken. Ik had Marco, wil je nog één keer de vraag stellen, Marco? Ik ben hem even kwijt. Je had dit vraag gesteld over, volgens mij, RAW-bestanden aan de klant laten zien of te bewerken, volgens mij. Maar wil je nog even één keer stellen? Wat laat je zien aan de klant? Laat je direct ook de RAW-bestanden zien? Toevallig had ik hem meegemaakt. Dat was hem niet. Nee, nooit. Nee. Nee, ik hoor jou net ook al zeggen, de JPEG's en de logo gaat erbij dan. Ja, inderdaad. Nou ja, nog niet eens met logo. Kijk, de trouwerij, daar hoeft echt geen logo op. Maar je liet vroeger ook niet het negatief aan de klant zien. Dus het een beetje zo, kijk eens hoe mooi. Ik gooi de RAW's in de computer, ik doe er even snelle bewerkingen overheen als het zou moeten. Die witplans trek ik even naar 1 als het wil en dan maak ik er JPEG's van. Die gaan naar de klant, zeg zoek maar uit welke het zijn als ik de juiste selectie heb gemaakt, met scherp en niet scherp. En de selectie die zij dan kiezen, dit zijn er dan 10, 20, die worden bewerkt tot een tot de resultaat, zeg maar. Bij mij dan. Ik doe het niet, dus succes. Ik doe het niet. Ik doe het gewoon even kijken hoor, hier eens kijken. Ik gebruik Lightroom, daarvoor Capture One. Ja. Ik heb wel Tetra Tools kabels inderdaad, oké. Okay. Capture One bedoel ik, ja. Capture One wordt inderdaad ook Capture One ken ik ook wel, ja.
Ja, en als je je camera koopt, zit er vaak ook wel software bij. Bij EOS heb je EOS Utility, volgens mij bij je Canon. En bij Nikon weet ik niet even hoe het heet. Dat weet ik ook niet helemaal. Daar zit volgens mij ook wel software bij om je camera te... Er zit software bij, maar ik weet ook de naam. En als je het niet erbij hebt gekregen of je kan het niet meer vinden, kan je gewoon je camera opzoeken op de site. Ga je naar de service of de producten en dan kan je het gewoon downloaden, zo'n software. In Sony heb je volgens mij Capture One, maar ik weet niet of je dat er gratis bij krijgt of dat je dan korting krijgt. Dat weet ik niet. Nou, dat zou ik ook niet even zeggen. Nog wat vragen. We zitten op 1,5 uur uitzenden. Dat is een mooie tijd. Tenzij je zegt van... Daar is een mooie tijd. Ja. Mooie tijd. Hè? Kunnen we nog een afsluitende vraag doen. Ik wil sowieso jullie ook nog wat vragen. Nu hebben we 4 gasten aan tafel. Wie zou je de volgende keer hier graag aan tafel willen zien? Geef even wat namen door. Dan sla ik ze op en dan ga ik ze eens eventjes een belletje geven. Of een appie. Of een berichtje via Facebook. Dan vraag ik of ze de volgende keer aan tafel komen zitten. Niet dat het lukt, maar... Niet dat het lukt, wie weet. Ik zit te denken aan Olaf. Een paar foto's graag. William Rutte. Ja, zeker weten. Olaf, William Rutte. Oh. Ja. Wie zou jij aan tafel willen zien? Om het een beetje dat ik denk dat het misschien nog wel zou kunnen lukken rond Tetro. Rond Tetro? Ja. Leuk. Die is leuk. Dat is mijn grote voorbeeld altijd een beetje geweest. Ja, gaan we een berichtje sturen. Aad Sommeling. Ja, leuk. Ronald Koster. Aad is vorige keer wel even kort geweest bij uitzending 1, maar die zal ik nog een keer terugvragen. En Ronald, ja, die zit een beetje richting Den Helder. Dus misschien moeten we dan een keer naar Studio 34 om het voor hun wat dichterbij te maken. Maar dat ga ik eens proberen. Iemand die filmfoto's maakt met zijn mobiel. Nou, ik ken een gozer. Wes in the Wild heet dat. Dat is zijn naam op Instagram. Ja, voor mij is dat die, toffe gozer. Maakt leuke beelden en is een Instagram influencer, zoals hij zichzelf noemt. En hij wordt echt overal heen gevlogen om mobiel foto's te maken. En hij doet het niet altijd mobiel, maar hij verspreidt ze wel via de mobiel. Dat is wel een goede om te volgen. Ik kan me geen donder bij voorstellen. Nee, wie zou jij aan tafel willen zien? Hij heeft een camera, maar... Wie zou jij aan tafel willen zien? Aan tafel? Nou, ik zie hier in het webinar Frank Dorhoff voorbij komen. Leuk. Nee, ik zoek juist niet de bekenderen. Ik vind het juist heel leuk. Mensen die heel erg... Jan Smit, in verband afdruktips, ja. Ja, nou ja, modellen. Dat vind ik wel een hele goede. Doutse. Jan Smit zou wel echt... Doutse mag naast mij zitten hier, even in plaats, Mark. Nou, bedankt. Ja, bedankt. Ik zal me scheren de volgende keer, lijkt ik ook iets meer. Borst vooruit. Nee, Jan Smit zeker, die ga ik ook even een berichtje sturen. Ja, dat is wel leuk. Zal ik misschien ook wel leuk vinden. Dan kunnen we misschien wel een printthemaatje maken of zo, als we dan print vragen, noem het allemaal op, dat soort dingen. Johnny, wie zou jij aan tafel willen hebben? En de rest van de periscopers ook nog een paar beeldmakers. Misschien Johnny zelf? Johnny zelf, ook leuk. Ja, ja, ja. Kom je ook een keer langs? Zeker gezellig. Wil ik baard laten staan? Dat mag er niet bij, toch? Nee, maar het lijkt me juist leuk om wat meer beginners ook te hebben. Lijkt me erg leuk juist beginners? Om het... mensen met een bepaalde visie en zo. Sascha van Manen? Sascha, ja. Het zou bijvoorbeeld ook een idee de Boer. Kunnen zijn. Sascha de Boer. Ja. Je hebt wel een hele mooie trip gemaakt. Ja, net en foto's gemaakt. Ja, waar was ze nou heen geweest? Ik zag iets voorbij komen. Nee. Als je zoekt op haar naam nu, volgens mij is het nu een beetje hot. Nikon gesponsord, toch? Ja, Nikon gesponsord. Ja. Dus, was het nou Noorwegen? Zal het haar vragen? Ik weet het. Zeg Willem. Oh, oké. Okay. Nou, ik zal Sascha wel vragen. Ja, wie bedoelt Willem dan? Sascha van Maan of Sascha de Boer? Je bent maar nooit. Scherp blijf in. René van der Glas. Ja. Zit wel helemaal aan de andere kant en heeft geen vervoer. Dat wordt tricky. Veel lenzen zeker, heeft hij. Nee. René van de Glas. Nee, René van de Glas. Waar moeten we dan heen? Dan moeten we de tafel gewoon die kant op verhuizen. Bij Arnhem in de buurt daar zo. Ah, dat komt wel goed. Dan gaan we een keer richting Arnhem. Ja, we gaan er wel heen. Dat er ook FaceTime of zo. Dan vragen we ook Sabine Metz. Dat is ook wel leuk. Modellen, fysicisten, stylisten. Iedereen die beeld maakt is welkom aan tafel bij ons. Hè. Dus het is niet alleen maar voor de fotografen. Dit is alles wat het beeld maakt. Dus... voel je zeker groep als je zegt, ik vind het leuk om ook over mijn modellen dingen te praten. Of over visagie, styling, dat soort dingen. Heb je toffe locaties of heb je een studio te huur, noem het allemaal op. Alles kan. Dus leuk. We willen het lekker gevarieerd houden, zeg maar. Ja, ik zat te denken aan een heel ander soort fotografie. Ik weet even zijn voornaam niet, maar een meneer Reitsma, die komt uit Friesland. Die doet dan aan focus stacking met macrofoto's. Oké. Is daar heel bekend mee. Oké. Gaan we eens opzoeken. Ik heb het niet gekend. Leuk. Misschien weer even een keertje linken naar mij of even doorkijken. Dat kan hoe breder, hoe leuker, denk ik. Ja, leuk.
We sturen hem in. Ja. Of foto-opa. Nice. Hebben jullie daar wel eens foto opa? Nee. Ik heb wel de foto. Je moet maar eens googlen op foto-opa. Foto-opa. Nee, foto-opa. Die man die maakt waanzinnige foto's. Die bouwt hele stellages. Ja. Okay. Om bijvoorbeeld insecten in de vlucht te kunnen fotograferen en zo. Nice. Ja, dat is echt dus wel heel grappig. Volgens mij, dat is echt wel... Misschien wel eentje die ook wel heel leuk is. Dat is heel, heel lol. Maar... Foto-opa. Ja. Foto-opa. Hij bestaat echt, ja. Hoor ik. Dus, ja, google maar. Ja. Heb jij nog een fotograaf die je graag wilt zien... Ja, ik weet er nog wel een aantal. Binnenkort heb ik een nieuwe stagiaire in februari. Vind ik ook wel leuk om haar een keertje mee te nemen. Ja. Dat is Jennifer Flapjack. Ik weet niet of je haar werk wel eens gezien hebt. Nou, Flapjack? Ja, echt heel bijzonder. Ja, als je haar werk ziet, denk je echt, jeetje, wat anders. Nou, en dat vind ik wel leuk. Je mag er ook wel eens een keertje over komen babbelen. Ja. Stagiaires zijn ook welkom, zeker weten. Nee, leuk. En je kent de mijne. Ja, gezien. Van de week ja. Ben je nog bij me geweest. Dus, ja. Maar ik zal wel eens een keertje wat modellen ook meenemen, eventueel. Dat is ook wel leuk. Tony Reitsma, bedoelt Sander. Zou zomaar eens kunnen. Dat zou zomaar eens kunnen. Ja. Nou, we hebben wat leuke namen. Klinkt niet heel bekend. Ik vind het wel leuk om te zien. Achternaam is Reitsma met een T. Ik gooi in het webinar nog eventjes een paar polls erin. Als jullie het niet erg vinden, wil ik even wat antwoorden op als jullie het nog zouden willen doen voor mij. Even kijken, starten. De poll. Ik heb een poll over uitzendtijd. Dus welke tijd jullie relaxed vinden dat de uitzending zou zijn. Dat is tussen 16 uur en 17 uur. Of tussen nu, zoals nu, 20 uur en 21 uur. En dan hebben we nog een poll. En die gaat over via welk media het liefst. Dus dat wil zeggen of via Periscope. Of via deze webinar waar je op zit. Of eventueel via YouTube of overige dingen. Wat makkelijker is om te volgen. We zijn gewoon nog een beetje aan het zoeken naar het juiste format. En... aan het einde hebben we nog iets. Even kijken hoor. Staat hier. Dit zijn de polls. Nou, dit is het denk ik wel zo'n beetje. De gekke Polen. De gekke Polen. Ja. Ja. Prosnia Wodka. Komt Jennifer bij jou, Mark? Tof. Ja, Jennifer komt bij mij in februari voor 3 maanden. Nice. Heel kort zowaar. Ja. Normaal gesproken zijn het wat langere stages, maar... Ik zit ook nog te denken aan stageren voor januari misschien. Dan kan ik weer een nieuwe periode aangaan. Moet even kijken hoe dat... Ja, ik zit altijd, maar ik heb er nu 2. Dat heb je gezien. Ja. Dat is eigenlijk net of te veel. Ja. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Nou, zeker omdat de ene wat meer marketing gericht is en de ander echt fotografie gericht. Daar kun je toch wel wat meerdere kanten mee op. Ja. Mede ook doordat ik ook nog op webdesign doe. Ik volg jullie in ieder geval. Leuke scope. Hmm. Leuk. Toch? Bedankt dat je erbij was. Sowieso bedankt voor iedereen die op Periscope bij was. De webinar gasten wil ik ook graag bedanken. En mijn gasten aan tafel natuurlijk. Leuk dat jullie erbij waren. Toch graag gedaan, was leuk. Volgende week vrijdag heel weer leuk. Een nieuwe aflevering. Aflevering 5. En schrijf je in voor de nieuwsbrief op caféobscura.nl als je het wil blijven volgen. En we houden je op de hoogte. Of download de Periscope app. Dan zie je ook als we online gaan. En dan kan je ons volgen op de gebruikersnaam Café Obscura. Hey, tot ziens. Goed weekend. Adios. Adios, amigos.